Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Welkom aan een ieder hier en welkom aan een ieder die meeluistert en meekijkt. Voorafgaand aan het verhoor heb ik één mededeling. Dat is dat mevrouw Vos niet bij dit verhoor aanwezig zal zijn wegens ernstige familieomstandigheden. Ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Korf. U wordt vandaag als getuige gehoord. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niet dan de waarheid zult zeggen. Wilt u dan met mij gaan staan? De twee vingers van uw rechterhand op willen steken en mij willen nazeggen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Neemt u plaats. Meneer Korf, u was van 1995 tot 2001, dus dat is 6 jaar lang, projectdirecteur van de HSL Zuid voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daar hield u zich bezig met de aanleg van de hoge snelheidslijn, de HSL Zuid van Amsterdam naar Antwerpen en de aanbesteding van de vervoersconcessie van de HSL Zuid. In dit verhoor stelt de commissie u vragen over de voorbereiding, over de inrichting en over de uitvoering van de aanbestedingsprocedure voor het vervoer. En dit gesprek zal met name worden gevoerd door de heer Van Gerven en door de heer Elias. En als eerste geef ik het woord aan de heer Van Gerven. Ja, meneer Korf, als ambtenaar was u verantwoordelijk voor het aanlegbesluit van de hoge snelheidslijn, de planologische kernbeslissing. En daarbij is besloten dat de aanleg van de infrastructuur, dat die voor een deel zou worden betaald uit private opbrengsten. Een private bijdrage van 1,8 miljard gulden. Kunt u toelichten hoe dat bedrag tot stand is gekomen? Dat bedrag is een uitkomst van berekeningen die gedaan zijn door bureaus. McKinsey heeft daarna gerekend, later OC&C. In wezen is het bedrag een resultaat van een proces wat door de stuurgroep privatisering infrastructuur, dus PRI, ook al jaren daarvoor was ingezet om te kijken of hoogsnelheidstreinen of treinen, ook B2-lijnen, deels privaat konden worden gefinancierd. Dus dit is een rekensom van een aantal bureaus die ons deze berekening hebben gegeven op basis van deskundigheid. PwC, McKinsey. Later OC&C heeft dat nog een keer nagerekend. En verder in de periode heeft de LEK uit Engeland nog een keer een berekening gedaan. Ja, en dat zijn allerlei partijen die dus berekeningen hebben gemaakt. Ja. En die kwamen allemaal uit op die 1,8 miljard. Nee, die kwam wat hoger uit. Uiteindelijk hebben we daar de wat conservatieve bedrag van 1,8 miljard genomen als uitgangspunt voor de hoogsnelheidslijn Zuid. Dus die zijn niet later bijgesteld? Nee, die zijn niet later bijgesteld. Dus was het ook op basis van vervoerprognoses? Ja, tuurlijk. Ja. Dit soort berekeningen worden gedaan op basis van economisch inzicht in de ontwikkeling van Europa, het vliegverkeer, vervoersprognoses en natuurlijk tarivering, ja. Treinpaden. En vervoerprognoses waren daarbij een dominante parameter? Dat, ja, vast wel. Maar ik heb de berekeningen zelf niet gemaakt, dus dat zal wel. Ja, ja. En weet u ook met welke aantallen reizigers zij rekenden? Nee, weet ik niet. Dat kunt u niet zeggen. Maar in ieder geval, het was wel een consistent getal. Het was aan de benedenkant van ook later uitgevoerde berekeningen die toch steeds iets hoger uitkwamen dan dit getal. Dus het was op zich een conservatief, veilig getal. En wat betekent er nu die taakstelling?
voor de private financiering, hè, van de aanleg voor het uitgeven van die concessie. Het betekende dat later dat bedrag vertaald is in een minimumbedrag wat we in de concessieaanbesteding hebben geëist van biedende vervoerders. Dus in wezen 1,8 miljard gulden vertaald in, dat was toen prijspeil 95, meen ik, 93. Is vertaald in een getal prijspeil, dan denk ik 1999. Richting een bedrag wat dan in wezen werd gevraagd van bevoerders per jaar te betalen als de concessie zou worden gewonnen. Ja, en dat in de concessie is dat bedrag als uitgangspunt genomen, als ondergrens. Er is bewust voor gekozen om een bedrag te noemen in de aanbesteding en niet een bedrag niet te noemen, waardoor iedereen kon bieden wat hij wilde. Nee, we hebben gezegd tegen de vervoerwereld, deze lijn is ongeveer 100 miljoen waard als overwinst af te dragen aan de overheid. Op basis van berekeningen die we hebben gedaan en dat bedrag hebben genoemd. En dat heeft u eigenlijk van meet af aan gecommuniceerd? Ja. Oké, ik geef het woord aan de heer Elias. Er komt op een gegeven moment een kerndocument voor de aanbestedingsprocedure. Die Invitation to Tender van 11 december 2000. ITT interne iedere keer genoemd. Maar wij noemen het dan maar gewoon de uitnodiging. En er worden allerlei vervoerders uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbesteding van het vervoer over die HSL Zuid. En daar zit dan dus die 100 miljoen in. U zegt dat kwam voort uit berekeningen. Daar ging dan prijspeil van later jaren overheen. En dan kwam je uit op die 100 miljoen. Op welk moment is dat bepaald dat het die 100 miljoen minimaal zou worden? Wat een goede vraag. Ja, daar zitten we voor. Ja. Ik weet niet precies wanneer. Ik weet wel dat we bij de aanvang van de tender, dus nog voor de invitation to tender, dus in wezen bij de kwalificatiedocumentatie, in de voorbereiding daarvan is dit bedrag bepaald. Ja. Waarom stond er überhaupt een bedrag in? Je kunt ook een aanbesteding uitschrijven en zeggen, dit zijn onze eisen. Ja. Waarom stond die erin? Nou, ook omdat er natuurlijk een... Dat moet je me... Exact weet ik dat niet meer, maar ik kan me dat heel goed voorstellen vanuit een tenderjuridische, tendertechnische benadering. Hebben we toen gedacht, we gaan een bedrag noemen waardoor ook een richting gegeven wordt aan bieders om zich op te prepareren. Dat was in een, het was natuurlijk een tenderproces wat niet veel voorkwam, ook in Europa niet. En ook in, dus een richtinggevend bedrag met dit willen we er ongeveer voor hebben, was voor ons een goede insteek in de markt. Ja. We hebben in eerdere verhoren vastgesteld dat dus uiteindelijk gewoon het departement Verkeer en Waterstaat is dat vaststelt. Dat erin samen met Financiën. En dat is dus, dat wou ik nog even precies weten, dat is in overeenstemming met Financiën. Ja. Want dat is de formele procedure. Ja. De beoordeling van die biedingen, die zou in de eerste ronde van de aanbestedingsprocedure voornamelijk geschieden op basis van de financiële hoogte van die biedingen. We hebben eerder ook in de verhoren gehoord dat 142 van de 152 punten die je kon verdienen, dat zo werkt zo'n aanbesteding, hè? Je kunt op bepaalde punten zeggen, nou daar scoor je goed en daar minder. Die 142 waren financiële aspecten, dat hebben we toch goed begrepen? Hè? Ja. Daarmee waren die financiële aspecten dus buitengewoon dominant. Nee, want als je even als voorbeeld, als je een huis helemaal ontwerpt tot aan de douchekraan aan toe, en daarna geef je het ontwerp mee aan de aannemers en je vraagt een prijs, dan is de prijs dominant, maar de kwaliteit is gedefinieerd. Dus wij hadden de kwaliteit gedefinieerd in de stukken daarachter. Dus in wezen was dat, wat ons betreft, de minimumkwaliteit die we wilden hebben, stond in de stukken. En dan kan je op prijs verder natuurlijk het verhaal proberen af te ronden. Ook in die redenering is het moeilijk om te begrijpen of die 10 punten die dan overbleven voor het reizigersbelang, daarmee wel voldoende tot uitdrukking kwamen. Of althans, daarmee in voldoende mate tot uitdrukking kwamen. Er waren geen 10 punten betrokken voor het reizigersbelang. Het document Invitation to Tender, de documentatie, bevatte het reizigersbelang door zitplaatsgarantie, door de dienstregelingsconcept die erin stonden. Dus in wezen stond er in het aanbestedingsdocument voldoende belang van de reizigers gedefinieerd. En als er nog meer belang zou kunnen zijn door nog hogere punctualiteit of zitvakantie, dan was dat een nog weer
hoger belang, maar niet het basisbelang. De reiziger was gediend met het basisdocument. De Spaargaren heeft hier eergisteren gemeld dat hij vond dat het reizigersbelang daar vrij karig uitkwam in die 142-152 puntenverdeling. Ja, dat is aan hem natuurlijk om dat te vinden. Maar u ziet dat dus anders? Ja, ik vind dat we een uitstekende basisbelang hebben gedefinieerd in het concept wat in de aanbesteding gevraagd werd. Aan dienstregeling, aan treinpaden, aan comforteisen die er ook in stonden. En dat daar bovenop nog meer mogelijkheden waren om de reiziger te dienen, dat klopt. Maar het belang was natuurlijk gediend bij het basisdocument. Tenminste, dat is wat u hier... Dat is wat we hebben gepoogd te doen, ja. Hoe verklaart u dat verschil in opvatting tussen u en de heer Spaargaar, die toch allebei aan hetzelfde touw zouden trekken? Ja, ik denk dat de heer Spaargaar, maar dat zou ik speculeren, dat moet ik niet doen. Natuurlijk vanuit de positie heeft geredeneerd vanuit zijn aanbieding, die wat hoog was. Ja, en dan zoek je verklaringen daarvoor. Maar ik ga speculeren als ik daarin treed. Kortom, u vindt ook in die fase is het belang van de reiziger door verkeer en waterstaat goed in de gaten gehouden. Ja, ja. En daar ging het tenslotte om, hè. Ja. Waarom was een financiële minimumeis überhaupt noodzakelijk? Ik wil nog even weten, gelet op die voornamelijk financiële beoordeling van die biedingen. Het was niet noodzakelijk. Er is voor gekozen om deze route te volgen. Dus... U kunt u voorstellen dat als je een nieuwe aanbesteding start en nieuwe train operating companies die gaan daarop in, dat ze ook een gevoel willen hebben van wat bedoelen ze nou in termen van de overopbrengst op zo'n lijn. En dan heb je een anker bij zo'n getal. En dat vonden wij een verstandige manier, dus niet van boven naar beneden, iedereen biedt maar. En dan kijken wij wel wat ongeveer het referentieniveau kan zijn, maar gewoon een referentieniveau geven. Dat wordt in de bouwmarkt ook wel gedaan. Ik kijk even of mijn collega Van Gerven tot hier vragen heeft. Ik wou even aanvullend op die, want u zegt het was niet alleen een financiële kant, we hebben ook goed naar de reiziger gekeken. Maar als je dan kijkt naar de concrete voorwaarden, als het dan gaat over de snelheden en de tarieven, dan wordt daar eigenlijk, dat wordt dan niet concreet gemaakt. Nee, omdat dat natuurlijk ook niet in het belang van de reiziger zou kunnen zijn. Je gaat ervan uit dat je gaat KLM ook niet zeggen dat ze tarieven moeten vaststellen, omdat de reizigers anders te veel betalen. Ik bedoel, het gaat erom dat je de reiziger comfortmogelijkheden biedt in zo'n trein. En feitelijk, het is feitelijk nog anders. Een spoorwegonderneming die natuurlijk een lijn in operatie wil nemen, die wil daar juist vanwege zijn functie het reizigersbelang dienen. En dat is tarivering, en dat is zitplaatsgarantie, en dat is punctualiteit. En niet stilstaan tussen Rotterdam en Antwerpen. Dus daar zit gewoon een ondernemersbelang in om het goed te doen. En dat ondernemersbelang, dat moet je natuurlijk niet beknotten als overheid. Dat moet je moet ze de ruimte bieden om die reiziger te dienen. Dus uw uitgangspunt was ook via het ondernemersbelang moet zich de kwaliteit voor de reiziger als het gaat om... snelheid, punctualiteit en ook als het gaat om de prijs van een kaartje, moet zich op die manier vertalen. Ja, en natuurlijk met als ondergrens zoveel treinpaden per uur per richting Brussel en Parijs. En met als ondergrens minimaal zitplaatsgarantie en een mate van punctualiteit. Natuurlijk zitten er ook wel grenzen, kwaliteitseisen in het document. Maar verder moet natuurlijk een bedrijf zelf kunnen zeggen hoe ze de reiziger het best dienen. En de... Als je kijkt naar de voorwaarden die u stelde, dan laten we even de reistijden nemen. Of de zitplaatsgarantie en dergelijke. Dat waren wel harde voorwaarden, zeg maar, voor de tender. Dat waren de voorwaarden voor de tender. Ja, ja, daar moest aan voldaan. Ja. Zeker. Goed. Ik geef het woord weer aan de heer Elias. Ik neem u even iets terug in de tijd, voordat die concessie dan die invitatie uit is en die biedingen daarop moeten worden gemaakt. Er waren eerder onderhandelingen geweest tussen de staat, de overheid en de oranje combinatie. Die waren dan geen onderhandelingen. Hoe zou u het noemen? Het was een consultatieronde die ook breder plaatsvond en ook met de oranje combinatie. Met welke andere...
werkte dan de HSL-projectdirectie ook samen om een plan te maken? Niet. Dus die consultatie vond op dat moment op dat niveau, niet met andere plaatsen? Ja, die vond ook met andere plaatsen. Er was een nulfase ingelast vanaf december 2000, weet ik, tot maart. En in die fase zijn de geregistreerde partijen ook benaderd met de vraag of er voldoende marktspanning zou kunnen zijn. Wat het rolling stock probleem zou kunnen zijn als we nu zouden tenderen. Dus het is een algemene nieuwe indruk gemaakt van of er tendertechnische mogelijkheden waren om door te gaan met tenderen. In diezelfde periode is met de Oranje-combinatie speciaal overleg gevoerd. Dat wilt u weten, ja. Maar niet om een bod van ze te vragen. Daar kunnen we nog een lange discussie over gaan voeren. Dat doen we op dit moment niet. Misschien heb ik er nog wel een paar vragen over. Maar eerst even waar het mij om ging. Ja. Was op enig moment was er sprake van overleg. Ja. Ik gebruik even uw woorden voor het gemak. Tussen het departement van Verkeer en Waterstaat en de Oranje-combinatie, zijnde de NS voor 90% KLM en Schiphol. Ja. Dus in hoge mate ook de NS. En daar kwam toen in nauw onderling overleg, want daar is echt heel erg samengewerkt ook werkelijk, kwam een bedrag uit van 100 miljoen. Dat klopt toch, hè? Nee, er kwam geen bedrag uit van 100 miljoen. Wat zegt u? Er kwam geen bedrag uit van 100 miljoen. Er kwam een brief uit van de Oranje-combinatie richting het departement, waarin ze zeiden dat ze bereid waren onder de noemer van de in de PKB gedefinieerde financiële en andere eisen een eventueel bod uit te brengen als er om gevraagd zou worden. Zeker. En alle betrokkenen? En natuurlijk is 100 miljoen het punt geweest waar het over gegaan is, maar het is nooit zo gecommuniceerd naar het kabinet. Zeker is het nooit zo gecommuniceerd, maar alle betrokkenen wisten dat die toverformule van de PKB volgend en dan de bereidheid een bod leverend. Het bod zit hier ergens in de stukken. Ja. Of althans, het ondernemingsplan zit hier ergens in de stukken. Kan ik mee zwaaien. Is een groot, serieus verhaal. Ik ken het niet, man. Handtekeningen erop. Ik zal het u straks laten zien. Maar dat zit hier. Het is leuk om dat nog eens te zien als de historie. Dit is het. Ja. Ja, er staat ook onder Ede, neem ik aan. Ja, zeker. En daar staan ook de handtekeningen op iedere pagina, de paraven van de KLM en Schiphol en de NS. En iedereen wist dat als dat een formeel bod zou worden, dat het 100 miljoen zou opleveren. Dat klopt. Dat klopt. Heel goed. Daarvan werd ook gezegd, als het niet lukt met die Oranje-combinatie, Dan heeft dit heeft ook nooit bestaan. En dan is dat allemaal weer van tafel. Ja. Dat is correct, hè? Ja, dat is correct. Goed. Dus die 100 miljoen, die zweeft daar ergens als kennis boven de markt. Die is geen formeel bod, zegt u steeds. Want anders dan zouden er grote aanbestedingsrechtelijke problemen ontstaan. Ja. Daarom moet het ook zo heten, dat het niet echt een bod was. Maar de facto was het. Er lag ook niks. Nee, formeel niet. Nee, maar ook echt niet. Wij hadden geen documentatie verder dan alleen die brief. Nee, maar er is ook zoiets als een telefoon. Ja. Men was op de hoogte, heeft u net bevestigd. Maar juridisch gezien lag er geen document. Nee, maar het was duidelijk dat het om 100 miljoen ging. Ja. En dan komt die 100 miljoen, diezelfde 100 miljoen zou je haast zeggen, die komt ineens ook weer terug in die formele aanbesteding, ja. In die stukken. Ja. Is dat niet een beetje toevallig? Nee, is niet toevallig. Want? Het is hetzelfde bedrag. Hetzelfde bedrag, nog steeds afgeleid uit dezelfde scope behoren bij hetzelfde bedrag. Goed. Dus dat is toch niet vreemd? Het zou gek zijn als het anders zou zijn. Wist de NS, voordat dat qualification document werd uitgestuurd, dat een minimale concessievergoeding van 100 miljoen geëist zou worden in die aanbestedingsdocumentatie? Ja. Dat meen ik van wel. Hoeveel kreeg u die kennis? Dan moet ik goed in even kijken hoe het. Want u gaat weer kriskras door de historie heen. We hebben natuurlijk daarvoor de IC Max-bieding gehad. Ja. Ook daar hebben ze toen een getal bij genoemd. En dat hebben wij ook becommentarieerd en gezegd dat is te weinig in relatie tot die 1,8 miljard. Ze hebben wel kunnen rekenen. Dus 1,8 miljard hebben ze ook kunnen vertalen naar een bedrag. Maar ik weet niet meer precies of we dat bedrag dan ook genoemd hebben bij de IC Max. In termen van dat het te laag of te hoog was, of dat het dit bedrag moest zijn. Ik weet wel dat het bedrag toen wel genoemd is
in die oranje combinatie discussies hier wel aan de orde geweest. Maar ik weet niet of hoe ver daarvoor dat gedrag al genoemd is. Zou ik nou moeten kijken. Maar in ieder geval, de hoogte van het bedrag was... U wist dat dat in dat qualification document terecht zou komen? Ja. Dan heb ik op dit punt eigenlijk geen vragen meer. Nog even stilstaand bij dat ondernemingsplan van de oranje combinatie. Ik neem aan dat dat overlegd is met projectmedewerkers van uw organisatie. Dat het manier is voorbereid. Ik denk niet dat ze een ondernemingsplan hebben gezien. Ze hebben niks gezien. Ze hebben overleg gehad over wat er zou kunnen komen als het was heel zorgvuldig gebeurd. Er is een consultatie geweest. Is er samengewerkt tussen een deel van uw ambtenaren met NS, KLM, Schiphol om tot een soort ondernemingsplan te komen? Ik zou het anders zeggen. Zoals ik het toen heb beleefd, als ik het goed kan herinneren, zijn er gesprekken gevoerd met de combinatie om de vraag te beantwoorden dat als er ooit een bod zou worden gevraagd, wat er dan zou komen. Ik weet niet en ik denk niet dat onze mensen het ondernemingsplan hebben gezien van deze combinatie. Ja, en hoe kunt u dan dat plan of dat voorstel, laten we zeggen, naar minister Neetlos hebben gestuurd? Niet gedaan. Voorzien van commentaar en wat later dan ook nog een rol heeft gespeeld in de ministerraad? Ik heb een brief gestuurd met een brief daarbij van de drie partners die in die brief hebben gezet, een heel korte brief, bereid te zijn om als er een beroep gedaan zou worden op de oranje combinatie tot een pot te komen. Vergelijkbaar met de bedoelingen van de BKB. En die brief die is gestuurd naar de... Dus heeft de ministerraad het gedaan met de mededeling van minister Netelbos. Als u met deze drie in zee gaat, dan krijgt u een sufficient voldoende bod. Goed, maar u houdt staande dat u zelf dat ondernemingsplan nooit gezien heeft? Nee. U heeft alleen die brief gezien? Ja. En die heeft u, zeg maar, doorgeleid naar de minister of naar uw secretaris-generaal de heer Pans? Ja. Dan zegt u bij het Intercity Max bod in 1999, dat bod heeft u als onvoldoende gekwalificeerd in financiële zin. Ja, dus, ook. Ook. Dus ik neem aan dat daar toch ook de parameter, zeg maar, van die 100 miljoen als basis wel een duidelijke rol heeft gespeeld. Nou, die 1,8. Want ja, die 1,8 vertaald. Je ziet ook in de stukken als je de afwijking ziet, dan zie je de vertaling naar het referentiegetal in de richting van de 1,8, niet de 100 miljoen. Dus er wordt gezegd, het HSL-deel brengt maar 1,2 op en geen 1,8. Dat staat in het stuk in de termen van de afwijzing. Dus er staat geen referentie naar een vertaalslag naar 100 miljoen. Althans, die heb ik niet in mijn hoofd zitten. Nee, maar u heeft zelf die vertaalslag gemaakt. Ja. Als het 100 miljoen per jaar is, dan levert dat uiteindelijk die 1,8 op. Ja. En die rekensom kon natuurlijk NS ook maken. Neem ik aan. Dus, oké. Goed, dan gaan we naar het eindbod, zeg maar, wat NS heeft gedaan in 2001. En dat was in het kader van die openbare tender, waar ook twee andere partijen, CGEA en Deutsche Bahn Arriva, op hebben geboden. NS doet ook een bod. Op welke wijze beoordeelde u die biedingen? Dat was heel zwaar protocolair vastgelegd bij de notaris met twee assessment teams en toetsing door twee assessment, dat zijn beoordelingsteams? Beoordelingsteams, ja. Die onafhankelijk van elkaar oordelen over dit soort biedingen en dan een rapport uitbrengen aan derden enzovoort enzovoort. Dus dit is een hele zware plus een adviesraadsbeoordeling. Dus daar zit gewoon een heel protocolaire... Ja, u had een hele organisatie opgetuigd om dat goed te beoordelen. Ja. En kunt u nog even aangeven wat nou precies de functie was van die beoordelingsteams, die twee assessment teams? Moesten zij doen? Wezen toetsten zij aan de uitvraag de ingediende biedingen. Kort gezegd. Dus de specificaties staan in de uitvraag, in de Nederlands uitvraag en in de biedingen wordt daarop ingegaan. En ze toetsen of die... In eerste instantie of het bod compliant is, hè? Dus of het bod voldoet aan de minimumvereisten die in het document voorgeschreven zijn. En daarna scoren ze de biedingen op de verschillen. Ja, ja. En toetsen ze ook op realiteitsgehalte?
Ze kijken of, ze toetsen vrij rigide op de documentatie hier ligt. Dus realiteitsgehalte, er moet getoetst worden of er wordt voldaan aan de eisen die er staan in het document. Dus of men biedt op 93 minuten op Brussel is een toets. En als ze zeggen ja, u bedoelt de discrepantie tussen het rollend materieel en de rijtijd, reistijd. Nee, maar heel concreet, moet aan 10 voorwaarden voldoen. Even samen. Nou, er wordt gekeken, nou voldoen ze aan die 10 voorwaarden, hebben ze dat netjes opgeschreven. Maar je gaat natuurlijk ook kijken van hoe doen ze dat en is dat reëel? Is de onderbouwing correct? Dat is wat er staat. Dat deden die twee assessment teams. En de tenderboard, wat was hun rol? Was dat die adviesraad? Nee. Had een tenderboard, een aparte tenderboard die kijkt naar de tenderjuridische kwesties rondom zo'n bieding. Van zitten we aanbestedingsrechtelijk goed als we wat we doen? Hè? Die toetsen de aanbestedingsrechtelijke zaken. En de adviesraad geeft nog eens een keer een overalbeeld van uiteindelijk het proces wat we doen en of we tot een correcte beoordeling zijn gekomen. Ja, die doet als het ware juridische gedeelte, een juridische toets op het geheel en velt ook een eindoordeel over de resultaten van de assessment teams. Ja, en dat werd dan aan u geadviseerd? Eigenlijk aan de minister. Ja. Aan de minister? Ja. Maar goed, u was verantwoordelijk zeg maar, voor die assessment teams en dat tenderboard. Ja, zeker. Zeker. En voordat het naar de minister ging, keek u er ongetwijfeld ook wel naar. Altijd. Altijd, hè? Goed. Dan, als we kijken naar de financiële hoogte van het bod van de NS. Overtrof dat uw verwachtingen? Meer dan, ja. Meer dan, zegt u? Ja, dit bod hadden we niet verwacht. Het was... Erg hoog. Erg hoog. Nog meer kwalificatie? Nee, het was erg hoog. Dat was... maar ook in de trant van wat hebben ze nu gedaan? Natuurlijk vraag je je voortdurend af van ze weten van de 100. Ze weten ook waar het ongeveer het maximum ligt van wat je zou kunnen bieden. En ze komen met een veel hoger bedrag. Ja, natuurlijk vraag je dat af. U zegt het was wel ook totaal onverwacht voor u. Ja, dat absoluut. Dat het zo hoog zou zijn. Dat is waar, absoluut. Wat had u dan verwacht? Ja, dat weet ik niet. De anderen zaten net onder de 100 en je kan verwachten dat er iemand op 120 zit of 110. Maar ja, wat kun je verwachten? Dat men redelijk in de buurt zit van de referentie, omdat dat ongeveer een realiteitsgehalte heeft die ertoe doet. Dus je had niet verwacht dat ze inderdaad op dat bedrag zouden bieden. Maar u had een bepaalde range, zeg maar, in gedachten. Waarbinnen, en wat was uw verwachting? Zeg maar de boven- en de ondergrens. Ondergrens staat vast, 100. Nee, dus de staat heeft gewoon minimum 100 gevraagd. En wat erboven was, wij wisten echt niet wat daarboven zou worden geboden. Dat kon meer zijn of minder zijn. Dat wisten we natuurlijk niet. Maar als je op een verschil tussen 100 en 178, dat is natuurlijk heel veel. Ja. En dat is natuurlijk niet zo vaak dat voorkomt. Ja, dat had u in ieder geval totaal niet verwacht. Nee. Dat ze zo enorm hoog zouden bieden. Als we kijken naar de twee andere partijen, dus Deutsche Bahn Arriva en CGA Connection, die hebben dus ook geboden. Deutsche Bahn die bood zeg maar 100 miljoen ongeveer. En CGA Connection zat op ongeveer 60 miljoen. En wat vond u nou van dat, als je die twee biedingen, als je dat nou vergelijkt met het bod van NS, wat vond u daarvan? Factor 2 ongeveer. Wat vond ik daarvan? Ik vond daar niet zoveel van, ik constateerde dat. Je ziet gewoon, je zit in een proces waarbij je drie biedingen krijgt. Waarbij de eerste vraag is van, is er een geslaagde aanbesteding? Is er een bod binnengekomen of twee die voldoen aan het gevraagde? Nou, in eerste instantie leek het alsof één bod daaraan voldeed. In tweede instantie is het natuurlijk naar de tweede bieder gegaan. En toen gezien dat er nogal wat, dat er nogal wat elementen in zijn bod waren die deze bieder erg negatief had ingeschat en dat je hem misschien nog wel tot een 100 miljoen zou kunnen krijgen als je de mogelijkheid zou hebben met hem te onderhandelen. Dus de derde was gewoon onvoldoende. Dus in die zin hadden we, na een eerste analyse, kwamen op het beeld van nou, er is op zijn minst één die voldoet en de andere weten we nog niet. Nee, maar laat ik het zo toch nog even vragen. Vond u die verschillen niet erg groot? Ja. Dat kunnen we constateren. Ja.
De heer Elias heeft een vraag op dit punt. Ja, tussendoor heel kort, maar omdat het me zo frappeert dat u zegt, wij waren volledig verrast door die hoogte van dat bod. Het is toch waar dat de heer Huizinga u een aantal keer heeft gezegd, Huizinga, directeur van de NS, wat je wil kan je krijgen. Dan vraag je mij om 200 miljoen te bieden, dan bied ik dat. Ja, maar ja, schertsend doe je er wel eens meer gekke dingen, toch, in zo'n situatie. Maar de heer Huizinga was daarin, dat is mij meer voor de voeten geworpen, de heer Huizinga was een hele vrolijke man. Ja. En die had ook wel, die had voortdurend het feit, haalde hij naar voren van het is toch een staatsbedrijf, dat doen we moeilijk. Jongens, je kan je krijgen wat je wil. Dus in dat verband, maar om dat vertalen, om dat soort schertsende opmerkingen, dat zo vertaald zou zijn in een bod, ja, daar stonden wij natuurlijk echt verbaasd van. Ik werp u overigens niet voor de voeten. Ik stel u alleen maar vragen. Nou ja, nee, maar zou het zo kunnen zijn dat meneer Huizinga helemaal niet schertsend was? En dat het hem volstrekt ernst was? En dat hij misschien grappenderwijs overkomend het echt meende? Ook vanuit een gedachte die we van de NS later nog wel zullen horen. Want het is toch Vestaar Boekzak. Ja, dat moet u de heer Huizinga vragen. Ja, maar ik vraag het nu aan u. Ja, ik heb er geen mening over. Maar hij zei tegen u... Al vraag je, je kan vragen wat je wil, desnoods geef ik 200 miljoen. Oh, dat heeft u al een keer gezegd tegen me, ja. Ja. Daar wou ik even tussendoor in. Als we kijken naar die biedingen, die lagen dus ver uiteen. Wat had u nu als maximum verwacht dat partijen zouden bieden? Ik had geen verwachting. We hadden geen verwachting. Jawel, u had toch een bepaalde bandbreedte? Nee, we hebben het minimum gedefinieerd. En wat daarboven was, ja, ik bedoel, als je vraagt aan onze financiële mensen, wat dan was nog een redelijke bieding? Ja, dan kom je in getallen als 125 of 128 is wel eens genoemd. Maar we hebben nooit een soort bandbreedte gedefinieerd als binnen die bandbreedte is het bod aanvaardbaar. Nee, dat hebben we niet gedaan, dus het was ook niet opportun om dat te vinden. Nee, maar ik bedoel niet wat is aanvaardbaar, maar wat verwacht je? Je hebt natuurlijk altijd een bepaalde verwachting. En... Waarom wilt u dat weten? Want ik heb helemaal geen verwachtingen. Nou, dat heeft u wel. Kijk, als u een... toch logisch, als je tendert of je laat de markt bieden... dan heb je natuurlijk toch wel een bepaald idee. Nou, dit verwachten we wat ongeveer uit de markt geboden gaat worden. En daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Dus niet naar wat het maximum is. Want heeft u gezegd, ja natuurlijk, dat de sky is the limit. Maar u noemde net al een getal van 125 miljoen. Dan zou u al hoog hebben gezeten. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat ik ben nooit op zoek geweest naar een bovengrens. Dus wat u wil weten, ik begrijp niet waarom u het wil weten, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar u kunt wel antwoord geven. Ja, ik zeg alleen, ik heb er geen verwachtingen bij gehad. Ik heb niet iets gezegd van, beste minister, u kunt verwachten dat ze ergens tussen die en die grenzen bieden of zo. Dat heb ik nooit tegen de minister gezegd. Nee, maar goed, maar er is ook... Als we even teruggaan naar de oranje combinatie, daar is ook gesproken over, dit moet het ongeveer worden. Nou, daar is ook toch behoorlijk koffie over gezet. En toen is er gezegd, ja, dit kunnen wij, zeg maar, dit zouden we kunnen bieden. Weet u, als ik er even overal mag, even de houding die we hadden. Ja. Die 100 miljoen, die was voor ons voldoende. Dat is ook duidelijk, dat mogen duidelijk zijn richting de oranje combinatie. We hebben ook geadviseerd aan de minister, ga ermee in zee. Dan hadden we die 100 miljoen hadden we gehad. En die zaten in onze berekeningen in termen van begroting en zo. Dus er was bij ons geen behoefte om heel veel meer te krijgen. Dat wordt wel in de krant allemaal gezegd, maar dat is gewoon niet waar. Nee. Wij wilden gewoon een redelijk bedrag hebben voor een onderneming die daar vanuit een heel goed vervoersconcept heel veel geld zou verdienen. Dus het ging natuurlijk om een vervoersconcept. En dat vervoersconcept met waar reizigers op zouden komen en zeggen, daar willen we mee reizen en daar willen we geld voor over. Dat bepaalt uiteindelijk natuurlijk het geld wat je krijgt. Oké. Maar was nou het feit hè, dat alleen dus NS zeg maar boven dat minimale bedrag bood, was dat nou voor u aanleiding om, want uw eigen inschatting was dat het 100 miljoen ongeveer zou moeten kunnen opbrengen om de realiteit van uw eigen berekeningen te heroverwegen? Nee. Dat niet? Nee, want aan de andere kant zaten de partijen onder die 100 miljoen. Dus hadden wij daar ook, maar dat mocht ook niet. Hè. Ten de juridisch zeg je gewoon, dit is het bedrag. Je weet hoe dat bedrag tot stand is gekomen. Dat is de referentie. Je kan je referentie niet zomaar veranderen. Dus u zegt, eigenlijk was die 100 miljoen die wij als ondergrens hadden bepaald best een reëel verhaal.
Dus een reële hoogte. Heeft u de, want dan kom ik weer terug op het bod wat NS gedaan heeft, het bod van 178 miljoen. Heeft u het realiteitsgehalte van dat bod onderzocht? Nou, we hebben het bod beoordeeld op de criteria uit de documentatie. Dat is gebeurd. Dat moet je ook doen. Punt. En meer mag je niet. En een realiteitsgehalte is vertaald in de criteria die in wezen in de tenderdocumentatie staat. Is de onderbouwing van het bod zodanig dat je kunt zeggen dat het bod een correct bod is? Dat is wat je toetst. Ja, maar je kunt... Ik heb niet het... als de NS zegt, ik haal dat geld uit de markt met die en die reizigersaantallen, dan is dat hun inschatting van hun business case. Ja, maar je kan natuurlijk toch zeggen van... want je kunt kijken naar de rekensom, of die klopt. Hè? Reizigersmaalprijs is die opbrengst, bijvoorbeeld. Maar is er ook gekeken naar... is het aantal reizigers wat NS opvoert, is dat reëel? Nee, want dat heb je niet uitgevraagd. Je hebt uitgevraagd een bod op een reistijd, een dienstregelingsconcept, een comforteis. Dat heb je uitgevraagd. En de business die, en er zit een hele business achter. En een vervoersonderneming moet daar een business bij bepalen. Als de vervoersonderneming zegt, ik stop alle inkomsten aan hotelkamers in die business case, moeten ze dat vooral doen. Het gaat er ons om als overheid dat je een goed vervoersproduct krijgt tegen de juiste prijs. Het gaat er ons niet om dat als een bedrijf iets aanbiedt waarvan zij zeggen dat het een haalbaar bod is, hebben we altijd beweerd dat het een haalbare business case zou opleveren. Ze hebben daar nooit van afgeweken. Dan is dat voor ons gegevenheid. Ja, dus u zegt, we hebben wel gekeken of die rekensom dan klopt, bijvoorbeeld. Maar niet gekeken of de aannames die ze doen, bijvoorbeeld het aantal te vervoeren passagiers, of dat reëel is, dat heeft u niet in die beoordeling meegenomen. Ik blijf even wat ik net zei. We hebben de beoordeling gedaan aan de aanleiding van de documentatie die we ze op hadden gestuurd en waarop ze beoordeeld zouden worden. En, ja. De hoofdeisen stonden in het document en daarop die eisen oordeel je of ze aan die eisen voldoen. Ja, maar ik constateer dat NS dus geboden heeft ook op basis van hele hoge reizigersaantallen. Ja. En dat heeft u gezegd, nou ja, dat zou kunnen, dat is aan hen. Dat heeft u verder niet meer getoetst op realiteit. Blij als we dat soort reizigersaantallen halen, fantastisch. Zou voor de staat prima zijn. Zo stond u erin. Kunt u nog ook zeggen van, nog over die financiële bandbreedte? Want er is natuurlijk toch wel ergens een bovengrens. Ja, die zal er vast zijn. Ja. Maar dat deed er toch niet toe als we die niet gesteld hadden in de aanbestedingsdocumentatie. U zegt, wij stel nou eens dat niet 178 miljoen was geworden, maar 250 miljoen door NS. Ja. Ja. Wat had u dan gedaan? Ja, weet ik niet. Is niet geboden, weet ik niet. Nee, maar uw redenering volgende had het kunnen zijn dat dan gezegd, ze gaan niet uit van, laten we zeggen, 28 miljoen reizigers, maar 40 miljoen. U heeft gisteren gehoord hoe de NS tot dat bod gekomen is. Eergisteren. Nee, maar ik vraag u... Die analyse die de NS ons geeft, die is de analyse die ze geven. Punt. En als zij zeggen, we hebben het naar boven toe bijgesteld vanwege het feit dat we zeer optimistische marktelementen erin hebben gestopt. En dat is dan hun keuze. Het was geen grond voor afwijzing van dat bod, totaal niet. We zouden heel nog steeds blij zijn als het zouden hebben gedaan. Ja, maar nogmaals, er leven toch binnen het ministerie toch bepaalde verwachtingen qua opbrengst. Want u ging uit, uw ministerie of uw projectorganisatie, die heeft gezegd, nou het moet 1,8 miljard moeten gerealiseerd worden. Ja. Er zijn ook de meer financieel georiënteerde mensen die zeggen, ja dat kan misschien wel 3 miljard uit de markt gehaald worden. Ja, zou best gekund hebben. Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. LEK heeft dat ook gezegd. Die hebben dit begroot op 2,4 miljard, meen ik, uit de stukken. Dus er zijn berekeningen gedaan door bedrijven, door instanties die veel hoger uitkwamen dan die 1,8. Dus het zou best hebben gekund dat ze het zouden hebben waar kunnen maken. Maar we hebben daar geen bovengrens aan gesteld. Goed. Als ik even mag samenvatten, heeft u
wat we zojuist allemaal gewisseld hebben, dan zegt u, nou, het was eigenlijk een zeer hoog bod, wat wij niet verwacht hadden, dat het zo heel hoog zou zijn. En wij hebben het eigenlijk getoetst, zeg maar, hard op de voorwaarden. Ja. Daar hebben we het op getoetst. En als zij hele optimistische, mogelijk zelfs irrealistische aannames hebben gedaan, dan hebben we gezegd, nou, dat is dan voor hun rekening. Maar zo heeft u dat beoordeeld. Ja. Ja. Goed, dan ga ik verder, want kijk, uit het aanbestedingsrecht hè, kan je, of daar volgt uit dat abnormale biedingen, om het zo maar eens te zeggen, dat die onder bepaalde omstandigheden dus afgewezen kunnen of zelfs moeten worden. En toch nog de vraag, heeft u nou overwogen om dat bod van NS af te wijzen omdat het zo hoog was? Nee. Geen enkel moment? Nee. Dat, want u heeft toch wel signalen gekregen? Nee, wij vonden het heel hoog. Maar de NS heeft het nooit hoog. Ja, die heeft het aan ons nooit gekwalificeerd als een te hoog bod. Nee, maar u hebt wel... Dus een erkende... Er zijn toch bezorgde geluiden geuit, laat ik weer heel eufemistisch uitdrukken. Ja, we hebben... Over de haalbaarheid van het bod. We hebben in het gesprek daarna, in de onderhandelingen, dus het gaat om twee stappen. De eerste stap is het ontvankelijk en de tweede stap is dan daarna over het bod onderhandelen. Hè. Dat hebben we in één slag gedaan, niet in twee slagen. We hebben gelijk de laatste fase van de onderhandeling zijn we ingegaan met NS. In die fase hebben we natuurlijk met ze gesproken over het bod. En in die fase hebben we het bod ook bijgesteld. Is het bod bijgesteld op basis van twee elementen. Ja. En daar komt dan ook een ander bedrag uit. Als u zegt, waren we er blij met dat lage bedrag? Ja, waren wij wel blij mee, want dat werd haalbaarder daardoor in onze optiek. Dus dat wij daarmee, dus in andere woorden, je had nog een fase waarin je met het bod natuurlijk kon handelen met NS. Maar ook in die fase heeft NS nooit beweerd dat het bod niet haalbaar was. Ja, goed, u zegt, we hebben nooit overwogen om te stoppen of dat bod zeg maar niet ontvankelijk te verklaren omdat het irreëel was, omdat het te hoog was, zeg maar in financiële zin. Nee. Was het nou ook om politieke redenen eigenlijk, laten we zeggen, was er eigenlijk een mogelijkheid, als je kijkt naar de politieke constellatie van die tijd, om het bod af te wijzen? Weet ik, dat is niet aan mij. Ik was een ambtenaar die dat deed en de minister moest politiek bedrijven. Ja, maar een ambtenaar bedrijft zelf geen politiek, nee. Maar volgt wel de politiek. Ja, en zeker. Is natuurlijk dienend. Laat ik het dan zo formuleren. Was het eigenlijk in de politieke verhouding, wat natuurlijk een hele tumultueuze voorgeschiedenis gehad, denkbaar geweest om die tender af te blazen? Ik heb, andersom, ik heb nooit de vraag gekregen vanuit de politiek om te kijken of de tender kon worden afgeblazen. Die vraag heb ik nooit gekregen. Ik heb de vraag gekregen, is de tender correct? Is er correct geboden? En moeten we door met de tender of niet? Die vraag heb ik beantwoord. Want dat is de correcte vraag van iemand die een aanbesteding regelt. Je doet een aanbesteding niet om hem te laten mislukken. Je doet een aanbesteding om hem te laten slagen. Nee, zeker. Maar mijn vraag was, natuurlijk, je doet een aanbesteding om te laten slagen. Maar of de politieke verhoudingen zo waren dat, ook al zou het bod zeg maar in financiële zin eigenlijk niet goed haalbaar zijn geweest, dat toch ook vanwege de politieke omstandigheden het bod wel door moest. Nee, die druk heb ik nooit gevoeld. U hebt daar, die druk heeft u zelf persoonlijk nooit gevoeld. Nee. In het hele verhaal zat ook een terugvaloptie hè, van de eigen vervoersmaatschappij. Ja. Hoe reëel was dat? Die was reëel. En die is altijd ook in andere landen zijn dit soort terugvalopties reëel voor dit soort tenders. Ja. Dat is ook je vervoer. Maar goed, de vraag rijst natuurlijk, hoe concreet bent u daarmee bezig geweest als alternatief voor als die tender zou mislukken? Ik moet eerlijk zeggen dat we een hooggekwalificeerd eigen team hadden die zich voortdurend beraden op de dingen die zouden kunnen gaan gebeuren. Dus we hadden wel degelijk nagegaan hoe zo'n maatschappij tot stand moest komen en hoe die dan ingericht zou moeten worden. Ja, en stel dat u die had moeten inrichten. In welke tijdspannen moeten we dan denken om dat te realiseren? Zou ik niet weten. Maar is dat iets van jaren of van maanden? Nee. Dat hoeft niet. Dat kun je een aantal maanden, zou je zoiets wel van de grond...
Ja, dat weet ik niet. Nee, dat zou ik nog eens een keer met onze mensen moeten overleggen. Maar die zijn allemaal ergens anders gaan werken. Dus, ja. Gaan we toch nog even door weer op het geld en naar de concessievergoeding. Hè. Dat is een inkomstenpost op de begroting van Verkeer en Waterstaat. Ja, hij heeft er wel opgestaan, weet ik. Alleen ik weet niet of hij later nog op de begroting, hoe dat begrotingtechnisch verwerkt is, hoor. Want de heer Zalm die heeft natuurlijk ook de nodige invloed gehad op de bepaling van de doelstellingen met dit bedrag, met deze bedragen. Hij heeft aanvankelijk in de begroting van VNW gestaan en inkomsten van 100 miljoen per jaar. Voor 100 miljoen? Hij zat in de... Ik weet niet zeker of dat zo gehandhaafd is, dat weet ik niet. Ja, maar in uw tijd was hij voor 100 miljoen opgenomen in de, zover in de begroting ik weet wel, ja. van de Verkeer en Waterstaat. Maar zag u dan niet bepaalde risico's, of zag u dan geen risico's met betrekking tot de haalbaarheid van het bod van NS? Ook in relatie tot de begroting van Verkeer en Waterstaat. Ze boden meer dan 100, dus ik zag geen risico's. Ja, maar stel dat het mislukt, dan heb je niks. Dan heb je de staatsontwikkelingsmaatschappij, als de tender zou mislukken. Ja, maar dan heb je geen 100 miljoen op de begroting. Nee, dat zou dan een probleem geweest zijn. Ja, dus dat... Waar heeft u die overwegingen... Toen niet. ...niet gemaakt? Die zijn toen... Want in dat kader zou ik zeggen, zou een wat conservatievere bod zeg maar, van NS toch beter zijn geweest. Ja, veiliger. Minder risicovol. Minder risicovol. Dat is waar. Ja, maar dat soort overwegingen... Ja, die overweging kan je niet toelaten in een tenderprocedure waarbij alle partijen heel strikt kijken naar of je de correcte regels volgt. Dus je kan die overwegingen allemaal doen buiten die formele procedure. Maar als je een procedurele fout maakt, zeker in zo'n complexe tender, dan sta je voor de rechter. En de vraag is of dat politiek gezien handig zou zijn geweest. Ja, maar we komen daar nog op. Het zou natuurlijk wel een, laten we zeggen, de enorm hoge bod. Het potentiële risico dat het helemaal misgaat. Ja, dan heb je natuurlijk ook een gat in de begroting. Dat kan natuurlijk ook wel een reden zijn om, laten we zeggen, bij de verdere onderhandelingen, zeg maar NS toch wat meer comfort te bieden om dat bod wat naar beneden te krijgen. En hoe zouden we dat moeten doen? Nou, in de tweede fase van de onderhandelingen, wat u ook gedaan heeft. Nee, we hebben de business case niet verbeterd in de tweede fase. Ja, we hebben de tweede fase ontdaan. We hebben dus tegenover datgene wat we daar aan afspraak hebben gemaakt, zonder risico's die de NS moest beprijzen. Het is natuurlijk een heel vreemde situatie. Je doet een bod in een aanbestedingsprocedure. Dat bod dat gaat over een scope waar het bod bij hoort. Als je gaat onderhandelen over de verandering van die scope, hoort daar aan de kant van de NS kosten bij. En aan onze kant minder inkomsten. Maar de business case blijft hetzelfde. Dus de haalbaarheid van die hele business case is niet aan de orde door die discussie over onderhandelingen. Ja, maar op welke wijze heeft u nu met NS dan gecommuniceerd om de concessievergoeding te verlagen? Heel precies, de NS was van het idee, dat heeft volgens mij Maarten Spagare ook verteld, dat ze op een aantal punten een aantal extra eisen zouden kunnen verwachten in de onderhandelingen, die ze dus zouden kunnen beprijzen, waardoor de concessievergoeding naar beneden zou gaan. Dat was het idee van de NS. En dat hebben we op de onderdelen die in de discussie zijn geweest, op een aantal onderdelen niet gedaan en een aantal onderdelen wel. Dus we hebben wel gesproken over het risico van de toegang tot België en Frankrijk. We hebben gesproken over het garantievermogen, maar we hebben niet gesproken over... Ja, we hebben niet verder gediscussieerd over tarivering. Wel gediscussieerd, maar dat niet gehonoreerd. Dus we hebben een aantal onderdelen zijn we daarin meegegaan, een aantal onderdelen niet. Ja. Maar de vraag is wat de business case bepaalt. Ik probeer uit te leggen, als wij nou zeggen... jullie nemen het risico van de Belgen, nemen wij over. Dat beprijzen zij op dit is 14 miljoen of zo. Dat risico moet zij in de boeken stoppen. Dus het komt bij hun aan de pluskant, aan de kostenkant in de boeken te staan. Dat betekent dat hun business case niet daarmee niet anders wordt. Het feit of ze hem halen zullen, die business case in de praktijk, wordt daar niet anders mee. Maar wat wel anders wordt, het risico schuift van, laten we zeggen, van de concessieverlener van de overheid naar NS. Ja. Maar het bedrag wat ze elk jaar moeten betalen, wordt daar natuurlijk wel structureel lager door. Ja. Nee, dus dat wel, maar het risico moeten ze ook beprijzen.
Dus dit had wel... er staat een risico van hen tegenover. Ja, maar dus... We komen daar dadelijk nog wel nader op terug. Nog even over die vervoersprognoses van NS bij de beoordeling van dat bod. Die heeft u wel gezien, hè? Ik heb niks gezien. Mijn mensen hebben dingen gezien. Ja, uw mensen. Ja. Nee, maar u wordt natuurlijk meteen doorvertaald naar uw mensen ook. Die dat... Ik weet trouwens niet of ze die gezien hebben, hoor. Wat zegt u? Ik weet trouwens niet of ze die gezien hebben. Ik heb de rapportage gekregen van hun assessments op de biedingen. En daarin hebben ze gerapporteerd op de eisen en op de al dan niet compliancy van het bod. En ze hebben een score gegeven. Maar goed, ze hebben... Dus u moet aan mijn mensen vragen, of aan de Maarten Spaargarens tegenhangers, wat ze precies hebben gezien. Ja, dus u weet niet? Ik weet niet precies wat ze gezien niet hebben. Niet of ze gekeken hebben naar de vervoersprognose? Nee. Ik heb een rapportage gekregen. Op mijn niveau kreeg ik die rapportages. En alleen op basis van die rapportages... Ja, ik kon het zelf niet allemaal bekijken. Nee. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat het toch ook voor u interessant zou kunnen zijn of zijn geweest. Als u weet van ja, NS gaat uit van dit aantal reizigers en Deutsche Bahn van die aantallen. En Connection weer van andere aantallen. Maar goed, zo concreet heeft u dat niet beoordeeld. Dan, als we kijken naar de inhoudelijke kant, dus even niet de financiële kant. Even? Ja. Daar heeft de heer Elias nog even een vraag. over de financiële kant. Ja, dat gaat er eigenlijk over dat u zegt, dat daar kijken mijn mensen naar en zo. Maar de heer Van Krieken heeft hier vanmorgen verteld, er waren... diverse complicaties en sommige daarvan leiden ook tot wat dan heet non-compliancies. Hè, dus dat het bod eigenlijk niet ontvankelijk was. Dus met andere woorden, dat was bij u bekend. Nee, ik heb geen vervoersprognoses gezien. Dat was de vraag net. Ik heb natuurlijk de rapportage gekregen over de compliance aspecten van het bod. Ja. Want daar moest ik zelf ook over oordelen. Dus de vraag of de discrepantie tussen de 220 km per uur treinen en de 93 minuten, of die tot uitzending zou moeten leiden, die heb ik heel keurig gerapporteerd gekregen met alles wat erbij hoort. Ja. Zeker. Maar u kreeg ook gerapporteerd dat er sommetjes waren tijdens het biedingsproces, dat er sommetjes waren waaruit bleek dat HSA bijvoorbeeld failliet zou gaan bij de hoogte van het betaalbod. Nee. Heb ik niet gekregen. Die zijn wel gemaakt. Het zou kunnen. Ten behoeve van de projectdirectie waar u leiding aan gaf. Dat zou Kees misschien vinden, maar ik heb ze niet gezien. Maar is dat niet raar? U was wel verantwoordelijk voor de werking van dat team. Zeker. Als in dat team informatie aanwezig is, bekend is, hier onder Ede verklaard, dat er sommen zijn gemaakt waaruit tot op het jaar nauwkeurig vooraf was uitgerekend wanneer die High Speed Alliance failliet zou gaan, dat u dat dan niet zou weten. Weet u dat heel zeker? Wanneer is dat gedaan? Dat is... Dat zal na mijn periode geweest zijn, neem ik aan. Ik ben tot 2001 natuurlijk verantwoordelijk geweest. En Kees heeft ook verteld over de zaak. Tot de tekening, toch? Tot de ondertekening. Maar Kees heeft ook verteld over de periode daarna. Ik neem aan dat hij daarover... Nee. Zijn memo is van na 2001. Ja. Terugkijkend op die periode. En hij heeft hier vanmorgen verteld dat in de sommen die al gemaakt waren, ervan uitgaande dat er te hoog geboden zou worden, dat er was uitgerekend dat in 2011, als daadwerkelijk dat probleem zich voordeed, dat er 30% minder zou worden verdiend, waarvan hij hier vanmorgen nog zei, die kans was niet 5%. Ik dacht dat ze een nul vergeten waren, die kans was 50%, dat zich zou voordoen. Dat in dat geval in 2011 HSA al failliet zou gaan. De gegevens die toen in uw organisatie bekend waren. Ja, alleen ik moet mij niet overduiden, maar... Heeft hij die informatie gegeven na 2001? Of heeft hij zijn die sommetjes gemaakt? Of zijn die daarvoor gemaakt? Hij heeft je bij mij weten, maar we zullen het nalezen. Ik kijk ook even naar mijn collega's. Maar vanmorgen verklaart dat die sommen in die periode aan de kant van de NS-projectdirectie waren gemaakt in geval het bod van NS onrealistisch hoog zou uitvallen. NS-projectdirectie? HSL-projecten. Nee, maar en dus die sommen zouden in de periode gemaakt zijn voor de ondertekening van... Ja. Ik ken ze niet.
Dan blijft de vraag, is het niet merkwaardig dat, even ervan uitgaande dat klopt wat hij hier vanmorgen verklaard heeft, dat u daar niet van weet. Iemand in zijn organisatie, kijk, hij was adviseur, ZZP'er ingehuurd, maar dan moet er toch iemand, zou je zeggen, in die organisatie zijn, die zet rode lampen, Korf, kijk eens mee, dit gaat fout. Als het zo is dat de NS te hoog gaat bieden, en dan ook nog gecombineerd met dat signaal van de heer Huizinga van ik bied wat je wil, zou u misschien wakker hebben moeten worden? Ja, moeten liggen misschien zelfs. Maar ik heb deze signaal niet gehad. Dus ik kan er ook moeilijk nu over oordelen wat ik gedaan zou hebben als ik die signalen gehad heb. En ik wil best nog een keer met de medewerkers contact zoeken die dit hebben gedaan. Ja, u heeft ze in ieder geval niet gekregen. Nee. Maar wat er in ieder geval wel letterlijk in een van die toetsingsteams, assessment teams heet dat dan, staat. Staat letterlijk, the bid is risky. De kosten zijn underestimated en dat betekent een difficult business case with major risks. Gaan we dan even op het laatste. Grote risico's. Is iets waarvan u heeft gezegd, dat weten we en toch accepteren we het. Ja. En daar voelt u zich wel verantwoordelijk voor. Ja, zeker wel. En deze documentatie waar we het nu over gehad hebben, het afgelopen minuut, dat is tijdens de onderhandelingen heeft dat plaatsgevonden. Dus zeg maar de tweede helft van 2001. Ik wil met u naar de 93 minuten. De maximale reistijd tussen Amsterdam en Brussel. Ja. Die moest daaraan voldoen. Hoe is dat beoordeeld of het bod van NS daaraan voldeed? Dat onderdeel maakte dat deel uit van de onderbouwing van het bod. Dus en de onderbouwing was is in discussie gebracht met de NS, ook nadat ze dit hadden aangebracht bij ons, aangeboden. Toen is er contact gezocht met de NS, van hier is een discrepantie in. Zou je er niet wat aan doen? Moet je de treinstellen niet veranderen of moet je daar niet wat aan doen? En toen heeft de NS uiteindelijk besloten om in overleg met ons in de volgende ronde toe te zeggen dat ze hier natuurlijk de 93 minuten zullen hanteren. En het heeft ook gezien, want later zijn 250 kilometer treinstellen gekocht en geen 220. Dus het was op dat moment discussie bij ons, was het een punt van non-compliancy of niet? Dat is door deskundigen gezegd, nee, het is de hoofdeis is 93 minuten, daar gaan ze aan voldoen. Hebben ze ook toegezegd. Dat ze daar met het onderbouwende materieel, wat ook anderen hebben aangeboden overigens, daar niet aan zouden kunnen voldoen. Dat moet in de tweede fase natuurlijk wel rechtgezet worden, maar het is niet een reden om ze niet toe te laten door de volgende fase. En dat is onderbouwd door analyses van de landsadvocaat en van het tenderboard enzovoorts. Maar NS doet een bieding met een trein van 220 kilometer per uur. Nee, ze doen een bieding om 93 minuten te halen. Met een trein van 220 kilometer per uur. Met mogelijkerwijs de inzet van treinen van 220 kilometer per uur. In het bod stond, we gaan rijden met een trein van 220 kilometer per uur, de V220. En daarvan wist u, dat kan niet in 93 minuten. Klopt. Want daar heb je een trein van 300 kilometer voor. Nee, 250. Pak weg. U heeft berekeningen gemaakt dat het met 250 zou kunnen. Nou, we wisten dat het met 220 niet haalbaar was. Maar daarboven, een trein, of het met 250 of 300 moest, dat weet ik niet. Ik neem aan dat het met 250 wel haalbaar is. En dat de berekeningen waren gemaakt op 300 kilometer per uur, die 93 minuten, neem ik aan. Nee, er waren treinpaden berekend. Die treinpaden en de reistijden zijn een zorgvuldig proces van het inleggen van treinpaden met snelheden die door stations verwerkbaar zijn en over lijnen te rijden zijn. Dus er zit een heel complex van dienstregelingsfactoren achter voordat je tot die 93 minuten komt. En daaraan zou deze treinen moeten voldoen. Dus wij kennen die 93 minuten eisen natuurlijk prima. Die 93 minuten eis, die is gebaseerd op berekeningen op basis van een trein die 300 kilometer kan rijden. Dat denk ik niet. Dat bestrijdt u? Dat weet ik niet, maar dat denk ik niet. Op basis waarvan dan is die 93 minuten tot stand gekomen? Op basis van een hoge snelheid in relatie tot een treinpadindeling tussen twee steden die het ook op stations moesten kunnen verwerken. Ja. Maar het moest natuurlijk. Maar misschien is het wel zo hoor, dat u gelijk heeft. Maar omdat ze met 250 ook te herhalen zijn, die 93 minuten, is dat denk ik niet het geval. Maar nee, maar het moest ook accorderen met een andere trein, de Thalys, die 300 kilometer kon rijden. Dus dat is ook gebaseerd
op dergelijke reistijden. Anders is het heel moeilijk inplannen. U zegt, het zou kunnen dat die 300 kilometer onderdeel uitmaakte van die berekeningen om te komen tot 93 minuten, maar u weet het niet. Nee, de 93 minuten was ijs. En de onderbouwing was treinen. Ja, en maar de ijs was bovenliggend, dus alles was ondergeschikt aan de ijs. En dus moesten ze later ook, en dat hebben ze ook gedaan, aangeven hoe ze de ijs zouden halen en met welke treinsoort. En hoe ze dat zouden doen, dat dat was een tweede punt. Ja. Dat was niet uw pakje aan. Nee, want ze moesten 93 minuten halen. En hoe ze dat deden met Want zij zeiden met 22. Maar waarom zou dat ons probleem moeten zijn? Nou, als je het heel duidelijk omschrijft, dan heb je natuurlijk minder problemen dan dat je het vrijlaat. Ja, maar stel dat u zegt, u moet treinen laten rijden over de hoge snelheidslijn van 300 kilometer per uur. Maar weet u wat dat is? Dan was dat een duidelijke harde eis geweest. Wij hebben de reiziger centraal gesteld in onze eisen. Zitplaatsgarantie, reistijden, dat is wat je doet. En dan laat je een vervoerder die deskundig is op zijn vakgebied, geef je de vrijheid om het in te vullen zoals zij het willen. We willen weg zijn van het voortdurende overheidssturen op de inhoud van hun business case. Dat is natuurlijk gebaseerd op. NS kan zelf zijn broek toch heel goed ophouden. Die weet toch beter hoe je treintjes rijdt dan wij. En dan moeten we daar toch zo min mogelijk in interveneren als overheid. Dat was het idee van toen. Dus ze zetten een reistijd in en hoe ze het doen, in technisch gezien, is hun bakje aan. Maar dan had NS een trucje toegepast. Vast. In de berekeningen. Ja. He, want ze hadden bij die reistijden, hadden ze, laten we zeggen, de stops niet meegerekend. Dus alleen de kale rijtijd. Dat hebben we vanmorgen ook van de heer Van Krieken kunnen vernemen. Dan zou het dan niet in de reden liggen als concessieverlener dat u toch zegt van ja, maar je moet wel een trein van 300 kilometer nemen om die 93 minuten te halen. Nee. Was dat niet beter geweest als u dat zo in een eisenpakket had opgeschreven? Het had gekund, maar het is gewoon het conflicteert met wat ik u net zei. Ja, u zegt wij wilden daarvan wegblijven. Ja. Wij omschrijven het globaal en het is aan de NS in dit geval om te zorgen dat het ook werkelijkheid wordt. Ja, en dat is ook denk ik. Je gaat niet tegen NS zeggen of tegen KLM zeggen dat ze bonus moeten kopen. Ik bedoel, dat zijn toch, je probeert echt ik meen serieus, we probeerden de NS te zien als een bedrijf in ontwikkeling naar een meer bedrijfsmatige aansturing en klantgerichte benadering van hun publiek. En dus moesten ze een business case definiëren die ze zouden kunnen halen. En op eigen kracht zouden ze dat hele spel moeten inrichten en zo min mogelijk overheidsinterventie. Dat is wat we meestal tegenwoordig vaker doen bij concessies met het OV. Je legt zo min mogelijk halteringen op. Je zegt je moet zoveel mogelijk passagiers halen en stop waar je kunt. En dat levert blijkbaar ook een beter product op als je elders in het land ook kijkt. Dus, en dat hadden we van de NS ook verwacht. Ja, maar de vraag is dan toch in hoeverre, laten we zeggen, kwalitatieve aspecten dus van waarde zijn voor degene die de concessie verleent. En of die goed geborgd worden. Zeker. Zeker. Was waar. Maar waren die dan op deze wijze goed geborgd? Nou wel, u heeft het over de overgang van de aanbiedingsfase naar de onderhandelingsfase. In de onderhandelingsfase hebben we daar met hun afspraak over gemaakt dat ze zich daaraan zouden houden, aan de 93 minuten. En dat ze daar zouden komen met het correcte materieel. Dus in die zin hebben we het volgens mij netjes gedaan. We zeiden van het is geen non-compliance in de zin van dat ze niet toegelaten mogen worden tot de volgende fase. Ze zijn toegelaten tot de volgende fase. En in die fase hebben we met hun harde afspraken gemaakt over hoe ze het reizigersbelang zouden dienen. Dus u zegt het is niet. En met niet zo min mogelijk voorschriften en zoveel mogelijk ruimte. Ja. Toch nog even terug naar de financiële kant. In het bod van de NS zat, laten we zeggen, een hoge prijs voor het kaartje. Met gemiddeld 60%. Nou, snap ik. Ja, oké. Okay. Dat weet u toch wel? Nou, ik heb het gisteren gehoord. Weer gisteren. Ja, maar ja. Als we het hebben dan over kwaliteit, dan is ook het prijskaartje natuurlijk van belang. Zeker. Zeker. Hoe heeft u dat gewogen? Niet, omdat er tariefvrijheid was in onze optiek. En omdat het beeld was, de NS heeft belang bij veel reizigers in deze dure trein die betalen.
Er is in de dat is het lastige van vervoersprognoses en ook van business case analyses. Je kan een hele lege trein krijgen met de bondjastrein, zoals die wel genoemd werd. Hè? Met weinig betaalde reizigers die heel veel geld ervoor over hebben. En je kan een trein vol zetten met heel weinig betaalde, met een hele lage tarieven en heel veel publiek. En er zit ergens natuurlijk een evenwicht tussen die twee. Dus je kunt niet zomaar de tarieven maximaal verhogen en dan denken dat je de inkomsten wel haalt. Want dan drijf je de mensen uit de trein. Dus er zit een soort evenwicht. En wij gingen ervan uit, en nog steeds, dat de NS dat evenwicht zoekt in zijn business. Ja, maar we hebben gezien dat... En als ze dat niet doen, is dat hun probleem. Ja, maar u moet het beoordelen. Ik heb de beoordeling gedaan op basis van de tenderdocumentatie. Ja, en op basis van de tenderdocumentatie kunnen we zien dat ze heel hoog in het heel hoog zitten. Als je kijkt naar de treinkaartjes, ja. 60%, ja. Soms zelfs 100%. Ja. Dat is dan toch niet in het belang van de reiziger? Nee, ben ik het eens. Had u dan daar toch niet actie op moeten ondernemen? Nee, want nogmaals, de wij hadden verdacht dat ze veel meer in yield zouden denken. In de laatste plaats kost een euro en de duurste kost €50. Veel meer in termen die ze van de KLM zouden leren. Waarbij ze de treinen vol zouden krijgen met en misschien wel veel betaald publiek en misschien wel heel weinig betaald publiek. We hadden verwacht dat er een business case zou liggen die daarop gebaseerd zou zijn. Als zij een business aanbieden waarin wij zien dat ze hoog bieden, zij zeggen dat ze hem halen. We hebben dat echt altijd gezegd. En wij weten niet precies hoe ze daar met dat soort elementen van business omgaan. Dan is het ook niet aan ons om te zeggen, je haalt het niet. Nee, maar moeten we niet toch concluderen, als we kijken naar het bod wat is gedaan, dat dan toch vooral financiële aspecten, zeg maar, het geld de boventoon heeft gevoerd. En niet, zeg maar, zoveel mogelijk reizigers tegen een redelijke prijs, zeg maar, over dat hoge snelheidsspoor te laten rijden. Maar dan moet u tegen Maarten Sparen zetten, niet tegen mij. Wij vonden 100 miljoen genoeg. Nee, maar u... Ik mag een bod dat we meer dan 100 miljoen niet zomaar afwijzen. Nee, maar luister, u tendert. Nee, ja, ik vraag een prijs. U tendert, u vraagt een prijs. Ja, zeker. En bij een tender is het de bedoeling om zo hoog mogelijk te bieden, om zoveel mogelijk natuurlijk uit de markt te halen. Dus dat risico zit erin. Dat zegt u. Ik zeg dat niet. Bij een tender wil je een redelijke prijs hebben voor een maatschappelijk product. Nee, maar je tendert om natuurlijk wat er in de markt mogelijk is om dat te realiseren. Ja. We hebben gezien wat de markt heeft gebracht, namelijk een heel hoog bod. NS heeft gebracht, de markt niet. Ja, NS maakt onderdeel uit van die tender. Ja. Dus heeft, en dan zie je dat er heel hoog is geboden, met een heel hoge prijs voor de reiziger. En dan is toch de vraag of dus niet daardoor, zeg maar, het financiële aspect te veel de boventoon heeft gevoerd, boven, zeg maar, het belang van de reiziger, die natuurlijk niet gebaseerd of waarvoor het niet van belang is om zoveel mogelijk te betalen voor het kaartje, ja, maar om natuurlijk zo makkelijk mogelijk van A naar B te kunnen tegen een redelijke prijs. En ik meen het heel serieus dat ik dat heel logisch vind als u dat tegen mijn NS-collega zou zeggen. Dus en niet tegen mij. Wij hebben 100 miljoen als voldoende gezien. Ze hebben idioot geboden. Ze hebben een business case overeind gehouden, ook tijdens onderhandelingen, dat ze hem zouden halen. Ze hebben nooit gezegd dat ze hem niet zouden halen. Ze hebben gezegd dat ze de treinen vol zouden krijgen. Ze hebben het niet gedaan. En dat moet je niet de overheid verwijten, die ze zoveel mogelijk vrijheid laat om ze die ruimte te bieden om het te doen. Dan moet je de NS verwijten, in mijn gevoel. En de NS is altijd het slachtoffertje van dit soort processen. Nou, ik vind het van niet. Okay. Ik vind dat de NS eens een keer echt aangesproken moet worden daarop. Ja, dus u vindt het was idioot van de NS dat ze zo geboden hebben. Het is een staatsonderneming. Je moet tegen de NS zeggen, wat heb je nou in vredesnaam gedaan hier? Wat is dat voor gekkigheid? En we hebben vaak genoeg later gezegd, je kan van de procedure gebruik maken uit het contract, de wijzigingsprocedure. En dan kun je met ons aan tafel gaan zitten. En als je het niet haalt, kun je alsnog met andere afspraken komen. Dat is een strakke procedure, maar die stond in het contract. Ze hadden de mogelijkheid om daarvan gebruik te maken. Ze hebben het nooit gedaan. Dus de NS is mijn gevoel heel erg aan spreken op wat u mij vraagt. Toch even op dat laatste punt. Ze hadden de mogelijkheid gehad om van die wijzigingen gebruik te maken. Kunt u dat eens concreet maken? We hebben dat ook mondeling wel gezegd. Als het niet zou lukken, als de business case niet zou slagen, en ze zouden tegen de,
tegen de muur oplopen van de economie of wat dan ook. Dan is er een wijzigingsprocedure en dan hadden ze terug kunnen komen bij de minister. Dan hadden ze gevraagd om heronderhandelingen. En dan zouden de heronderhandelingen zijn ingegaan. En het was een hele strakke en lastige procedure, maar die zat er wel in het contract. Ja. En u zegt, als het bod financieel niet haalbaar was, dan had NS die wijzigingsprocedure maar in moeten roepen. Wie zegt, hoe kunt u nou als het ware de door iedereen zo geprezen, hoog gekwalificeerde spoorwegen, hoe kunt u nou tegen mij zeggen dat ik hun bod niet ontvankelijk moet verklaren, omdat zij de business case in mijn verwachting niet kunnen waarmaken? Dan zou de zaak echt omgedraaid zijn. De ambtenaren die even kunnen zeggen wat de NS allemaal wel en niet kan. Dat is toch niet waar? Ik ben mij echt dat ik dat moet tegen de NS zeggen. U zegt van ja, NS had beter moeten opereren en beter Absoluut, moeten handelen. Tuurlijk. Dat is wat u in ieder geval komt. Het is kwalijk, ja. Ja. Goed, ik kijk even naar de voorzitter of de heer Elias. Ja. We nemen ook suggesties wat we de NS moeten voorleggen graag mee. In de tussentijd blijven we u gewoon nog een paar vragen stellen. En een van die, ik heb een aantal dingen die ik gewoon niet snap en daarom nog even met u wil navragen. Hoorde ik u nou zeggen dat er advies van de landsadvocaat was gevraagd over die paar punten waarover het bod non-compliant, dus niet ontvankelijk zou zijn of zou kunnen zijn. En dat dienstadvies geluid zou hebben, ga maar door, dat komt dan in de volgende ronde wel. De landsadvocaat heeft in een advies twee adviezen gegeven in die periode. Eén over het overslaan van een fase, gelijk door naar de laatste fase. En twee over de discrepantie tussen het 220 materieel en de reistijd. En over dat laatste heeft de landsadvocaat geadviseerd op basis van het feit dat je er nu met de NS niet uitkomt, maar het in de volgende fase moet behandelen. Met allerlei redenen is het disproportioneel, zegt de landsadvocaat, om deze bieding niet compliant te verklaren. Dus voor mij disproportioneel. Ook al zijn er dus op onderdelen, achteraf gezien niet onbelangrijke, onderdelen, stukken niet ontvankelijk. Bijvoorbeeld die claim over die 93, dat het in 93 minuten zou kunnen. Terwijl u zelf wist, ook vanuit interne berekeningen, dat het niet kon in die 93 minuten. Dat was, zegt u, verklaart u nu hier, ook volgens de landsadvocaat geen reden om niet om het bod niet te stoppen. Ja. Ja, ik kan het document uit mijn tas halen. Ja. Nou, daar zijn we op zich wel in geïnteresseerd. Tegelijkertijd rijst dan de vraag waarom... Wacht even. Ik stel voor dat we even 10 minuten schorsen. En u haalt ze even uit uw tas en u overhandigt ze. Dank u wel. Ja. Dan gaan we nu even 10 minuten schorsen. Heb jij het? Oh. Nee, dat heb ik niet bij. Kom maar. Ja, ik heb een stukje mee.
dan moeten we het zien. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA en vraag de griffier de getuigen opnieuw binnen te leiden. Meneer Korf, u verwees net naar stukken die u in uw tas had. Ik vond het wel zo beleefd om u even de ruimte te geven om die dan voor ons tevoorschijn te toveren. Dus aan u de vraag, heeft u de stukken? Ja, mijn tas stond in de auto, maar het is nu gemaild naar de griffier en die kan hem nu uitprinten. Dus dan heeft u het zo als het goed is. Prima, dank u wel. Dan gaan we verder. En, ja, we gaan het zorgen dat we het zo even krijgen. Okay. Dan laat ik dat punt van de landschap. Dan lijkt het punt van die landsadvocaat nu, voor het moment althans, voor wat het is tot we dat hebben kunnen lezen. En dan kom ik toch nog heel even terug over die toestand dat de NS zegt, ik vat het huiselijk samen, wij kunnen dat in 93 minuten, die trein rijden naar Brussel. Dat u zelf weet dat daar, zacht gezegd, schoonheidsfouten in de berekeningen zitten en je op 101 minuten moet rekenen, zoals de heer Van Grieken hier ook heeft verklaard, die voor u werkt. En dat de stelling is, ja, als de NS dat zegt in een bot, dan moeten ze zich er maar aan houden en dan moeten ze maar regelen hoe ze het voor elkaar krijgen. Dat is toch nog steeds correct samengevat. Heel goed. U zei daarbij dat u daaruit ging van een trein die 250 kilometer rijdt. Nee, ik heb net gezegd dat ik niet weet waar de berekeningen op gebaseerd zijn, maar dat ik er nu even vanuit ga, gegeven wat er nu plaatsvindt, dat die 250 kilometer per uur trein voldeed aan die eis. Ja. Nou, dat is maar van na mijn tijd, maar ik ga ervan uit dat dat het geval is. Nou, van in uw tijd is dat bod is opgesteld en in pagina 41 wordt uitgegaan van 300 kilometer. Dan wil je die 93 minuten. Dus dat ligt feitelijk net iets anders dan u net verklaarde. Takken. En dan, tenslotte over dat punt nog even, want ik vind het toch moeilijk om te snappen dat u weet, iets kan niet dat in een bot zit, namelijk in 93 minuten daar naartoe rijden. En dat u dat toch accepteert met het idee, nou ja, ze hebben het gezegd, dus ze moeten het maar waarmaken. Dus bij wijze van spreken, als de NS had gezegd, we gaan er met de paardentram naartoe, dan, en we redden dat in 93 minuten, had u dat ook geprikt. Arabische voorbeelds moeten zijn. Maar ik ging er toen vanuit, in serieusheid, dat die 93 minuten haalbaar was. Maar u had stukken voor uw neus liggen van meneer Van Grieken, die zei, dat klopt niet, je komt op 101. Ik had niks van meneer Van Grieken op mijn neus, voor mijn neus liggen. Uw mensen in de HSL-directie. Ik ging ervan uit dat toen ik gerapporteerd werd vanuit mijn vervoersclub, dat 93 minuten de eis was en in de tweede ronde met de NS tot haalbaarheid zou kunnen leiden, dat voldoende was om de volgende fase in te gaan. Ja. Maar dat ik had geen andere signalen dat het niet kon, 93 minuten. Die signalen heb ik niet gehad. Maar waarom huurt u dan meneer Van Grieken in die u dat meldt? Meneer Van Grieken heeft mij nooit iets gemeld, want die zat in een ander niveau, althans in een ander organisatieonderdeel. Oké, maar dan bent u ervoor verantwoordelijk dat die informatie niet op de goede bureaus terechtkomt. Ja, terecht kunt ergens mij... Ik stel u gewoon een vraag. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het niet wist. Maar ergens onderin of halverwege uw organisatie zit een assessment team. Die krijgen die gegevens, die komen niet bij u. Die hebben gezegd dat er een discrepantie was tussen 93 minuten en het 220 materieel. Die zijn bij mij geweest. Tuurlijk hebben ze dat gerapporteerd. Dat is ook naar een tenderboard gegaan, een landsadvocaat. Er is een advies over uitgebracht. Is dit een zaak van niet toelaten tot de volgende ronde? Ja. Nee, zeggen de adviseurs. Dit is dit zou een hele niet-proportionele ingreep zijn als u hiervoor de NS zou uitsluiten van de vervolg van de tender. Ja. Dat is wat ik heb gekregen. Oké, maar sorry, het duizelt op mij. Wist u nou wel of niet dat die 93 minuten eigenlijk niet haalbaar was? Nee, want ik ging ervan uit dat die haalbaar was. U ging ervan uit, zeker. Ook al was in uw departement de informatie voorhanden
dat het niet haalbaar was en dat er fouten in zaten en dat het mooi was voorgesteld. Het woord leugen is zelfs op papier gezet in interne stukken. En dat het 101 kilometer moest zijn. 101 minuten. 101 minuut moest zijn. Ja, nee, het is mij niet bereikt. Ik kan alleen maar zeggen wat ik weet en waar ik, wat ik heb besloten. Toe. Goed. Dan komen wij bij een onderwerp dat wordt aangeduid met level playing field in de aanbestedingsprocedure. En wat ik even vertaal voor het gemak met gelijk speelveld. We spraken over dat bod van NS KLM. Er waren nog twee andere biedingen. Een van de CJA Connection en een van Deutsche Bahn Arriva. Die hadden ook codenamen, heb ik begrepen. Ja, Mississippi, Amazone. Mississippi voor NS KLM, Amazone voor Connection en Nail voor Deutsche Bahn Arriva. Dat gaat altijd zo in die aanbestedingen, ja, toch? Ja, een beetje niet te veel zeg maar de bieders erachter zien, objectief oordelen. En waar kwamen deze riviernamen vandaan? De een uit Afrika. Ja, ja. Denkt ik weet niet wie het bedacht heeft. Maar ons vervoerteam heeft dat bedacht, ja. Heeft de commissie het goed begrepen dat de beide biedingen niet voldeden aan de door de overheid gestelde voorwaarden en daarom niet ontvankelijk waren? De beide anderen? Nee, de tweede bieding was, zoals het genoemd, potentially compliant, maar niet compliant in directe zin van, zoals het daar lag, was het niet compliant. Niet ontvankelijk? Ja, niet ontvankelijk. Welke was dat? Dat was de tweede van 6 jaar. 6 jaar connection? Ja. En waarom was die niet ontvankelijk? Oh, daar zaten de ontvankelijkheid wordt vereist dat ze aan de voorwaarden voldaan, zonder voorwaarden te stellen, anders dan in de tenderdocumentatie. Ze mogen geen verkeerde aannames doen en ze moeten bieden op het niveau van het bod van 100 miljoen. Ja. Dat voldeed deze aanbieder niet aan. Want die hadden geboden hoeveel? Ik ergens 60, 70. 61 miljoen. En Deutsche Bahn Arriva, hoe zat het daarmee? Nail? Dat niet voldoende geboden en niet compliant geboden. En dat was gewoon. Wij begrepen dat ze wel voldoende hadden geboden, namelijk 100 miljoen. Ja, alleen alle voorwaarden en alles wat erbij maar was. Maar dat het bod niet in orde was. Ja. En waarom werd dan uiteindelijk dus Deutsche Bahn Arriva afgewezen en werd CJA Connection in de wachtkamer geplaatst? Ja. Terwijl die toch 40 miljoen lager zijn. Ja, ja. Waarom was dat? Nou, in de gesprekken met de bieders is gebleken dat als dat bij verduidelijking van een aantal aspecten in bieding zij bereid waren het bod te verhogen tot 100 miljoen. En dus compliant te worden. Ze werden dus, zij wilden wel graag niet tegelijkertijd in de laatste ronde, als ze al die voorwaarden zouden hebben voldaan, maar ze wilden wel in de wachtkamer zitten en wachten tot mogelijkerwijs de eerste afgewezen zou worden. Hoe wist u dat? Ik begrijp dat hen die vraag is voorgelegd. Ja. Door? Mijn vervoersteam. Door u? Door uw team? Ja. Door Verkeer en Waterstaat? Ja. En zij wisten ook, wij komen die wachtkamer weer uit als we 40 miljoen extra op tafel leggen. Ja. En waarom zouden ze eventueel bereid zijn om meer te bieden? Ze hadden er toch over nagedacht om op 61 uit te komen? Ze hadden erg conservatief en dat wisten ze ook, dat hebben ze ook gezegd. Ik heb die gesprekken zelf niet gevoerd overigens, maar dat is mij gemeld. Maar ze waren dan wel degelijk bereid om te kijken of ze tot die 100 miljoen zouden kunnen komen als daar als de hoogste bieder er daar niet mee uit zouden komen. Speelt ook een rol bij die eventuele grotere inschikkelijkheid hunnerzijds om tot een hoger bod te komen, dat u hen nog zou voorzien van nadere informatie, bijvoorbeeld over het zogeheten bereikbaarheidsoffensief Randstad en een railnetstudie? Ik zou het niet weten. Heeft mij niet bereikt. Ligt even toe, dat komt erop neer dat uit die studies zou blijken dat normale treinen, ik vertaal het maar, over het klassieke spoor zouden wegvallen. Dus dat er meer over die HSL zou lopen. Ja. Dus dat er dus minder concurrentie zou zijn voor degene die aanbesteding zou winnen. In dit geval dus eventueel 6 jaar connection. En dus meer verdiencapaciteit mogelijk was op de lijn. En dat er dus ook meer animo zou zijn om dat bedrag voor die concessie te verhogen. Het zou goed kunnen, ik weet het niet. Denkt u eens goed na, want dat moet een rol gespeeld hebben naar het oordeel van de commissie. Nee, kijk, op mijn niveau speelde een rol dat we ontzettend graag een tweede bieder nog bij ons wilden houden om de marktspanning op niveau te houden. En dat gezocht is hoe dat zou kunnen, gegeven hun aanvankelijke niet voldoende bod. Ja. En dat daarin
En daarin is gehandeld zoals gehandeld is. En op mij is gemeld dat ze bereid waren dat te doen en dat ze met meer inzicht en meer informatie ook bereid waren hun bod te verhogen. En mogelijk zal dit informatie kunnen zijn die daarbij een rol heeft gespeeld. Maar is het juist dat CCEA Connection, dus Amazone, ja, en ook Deutsche Bahn Arriva, dus NEL, de concurrenten dus van NSKLM, dus Mississippi, dat die informatie niet hadden, die informatie over het bereikbaar offensief Randstad en Railnetstudie, en de NS wel? Nee. Nee, het was een dataroom waar ze alles in konden vinden en waar alle rapporten lagen. En er is nooit verschil gemaakt, dat mag ook niet, van informatie naar de verschillende partijen toe. Ons is gebleken dat die informatie niet in de dataroom zat. Oh. En dat dus de NS hier gewoon een voorsprong had bij het doen van een bod. Wat is daar uw commentaar op? Ik heb geen commentaar op. Ik ging ervan uit dat het dataroom wel degelijk de correcte informatie bevatte voor alle partijen. En als het niet zo is, moet u mij verklaren waar u dat uit afleidt. Want ik ga er niet vanuit. Te verklaren. Nou ja. De commissie stelt dingen vast en ze heeft feiten vastgesteld en stelt aan hoofdrolspelers en anderen uit die periode daarover vragen. Dat is wat ik u hier doe. Ja. Dus wij hebben vastgesteld dat die informatie niet in de dataroom aanwezig was. Is daarmee niet het gegeven dat die andere twee partijen op achterstand stonden in die eerste biedingsfase? Ik kan dat niet beoordelen. Oprecht niet. Ik stel u de vraag aan de hand van dit feit. En ik geef een antwoord. Ik kan dat niet beoordelen. Want ik heb daar deze informatie heb ik niet. En ik heb ook geen informatie dat de dataroom niet volledig zou zijn voor alle partijen. Die heeft u en die heb ik niet. Maar ik meld u dat als feit. Ja, dat zal. U zult gelijk hebben. Ik zal niet zeggen dat u ongelijk heeft, maar ik heb die informatie zelf niet. Ik zal voor alle zekerheid nog even heel goed kijken of ik van de staf impulsen krijg dat ik me vergis. Maar ik denk niet dat ik me vergis. Ja. Dit is correcte informatie. Ik zou ook wel ik ben ook nieuwsgierig of dat waar is. Dus, u kunt ervan uitgaan dat dit juist is. Ga ik maar vanuit dan. Ja. En dan was dus de NS in het voordeel, ik probeer het voor de laatste keer. Dan was de NS dus in het voordeel in dat biedingsproces, omdat de NS wist hoe dat hoofdrailnet geëxporteerd zou gaan worden en dat het dus interessant was om extra interessant was om die HSL te gaan doen. Weet u, die conclusie die snap ik niet zo goed. Want zoals u weet stond in het kwalificatiedocument dat iedereen die zich wilde kwalificeren kennis moest hebben van de Nederlandse vervoermarkt. Dat was een eis. Dat betekent dat degene die boden ook wel degelijk verondersteld mochten worden geacht dat ze de Nederlandse voermarkt kenden en ook de ontwikkelingen op die markt, ook zeker, op het railnet. Maar dat is misschien weer iets anders dan kennis nemen van de stukken bereiksbaarheid, offensief, Randstad en de uitvoerige railnetstudie. Ja, alleen als u zegt dat die studies lagen niet in de dataroom, als u dat zegt, dan geloof ik u. Maar ik heb dat nooit als een feit zelf gekend tot op dit moment. Maar dan blijkt dus dat als dat zo is, dat de NS op voorsprong stond ten opzichte van die twee anderen. Ja, die conclusie wil ik niet zo trekken. Want de NS staat altijd op voorsprong als je het Nederlandse net bereidt al met allemaal treinen. We hebben ontzettend veel moeite moeten doen om de NS zijn voorsprongpositie te ontnemen in het kader van het level playing field. De toegang tot stations, de kennis van de Nederlandse railmarkt. Ja. Dus ja, ik weet niet of dat nou de discriminerende factor geweest is van verschillende biedingen. Ik denk het eigenlijk niet, maar dat is maar een gedachte. Begin 2001 staat in de Volkskrant een artikel waarin Deutsche Bahn stelt dat de aanbestedingsprocedure op de NS-KLM toegeschreven leek te zijn. Hoe beoordeelde u die toch vrij ferme uitspraak van Deutsche Bahn? Nou, dat ze dat niet hadden mogen doen. Ze zijn geschorst tijdens de procedure. Dat was de reden waarom ze eruit gegooid werden? Ja. Ze hebben onterecht de publiciteit gezocht. Dat was verboden in de tenderreglementen. Ja, zeker. En ze beïnvloeden daarmee ook de biedingen. Is een mogelijkheid om iemand eruit te zetten. Dus niet een verplichting, toch? Nou, schorsen. Niet uitzetten, maar schorsen. Ja, schorsen. Zijn we toegelaten later. Dan heb ik nog een vraag. Of u iets weet of er formeel of informeel contact is geweest vanuit Verkeer en Waterstaat, of het kabinet, met de SNCF, de Franse spoorwegen, of met de Franse staat zelfs, over de deelname aan de aanbestedingsprocedure. Weet u daar iets van? Jawel, ja, de minister heeft met haar collega gesproken in Frankrijk.
ik ben daarbij geweest en we hebben ook met de SCF gesproken over hun participatie en over, maar het ging dan met name over reciprociteit, hè, als het hele spel. Ja, over het gegeven dat wij in Nederland, zeker ook de Tweede Kamer, zei, als de Fransen hier over ons spoor zouden mogen rijden, dan moeten wij dat in Frankrijk kunnen doen. Ja. En die Fransen hadden daar geen trek in. Nee. Nee, dat hebben ze ook wel laten weten toen in dat gesprek. Ja. Niettemin hebben ze wel besloten om niet mee te doen. En daar is op zich geen druk op gezet. Maar zij vonden een positie waarbij ze met de winnaar een zaak konden doen, vonden zij een prettige positie dan mee te doen. En te weten dat daarmee de tender waarschijnlijk niet door zou kunnen gaan. Weet u nog wanneer dat gesprek plaatsvond? En wie daar precies mee aanwezig waren? Nou, de datum zal ergens op een papier staan. Maar er is zoveel data langs mijn hoofd gegaan dat ik weet het niet meer. Maar bij benadering? Ja, ik kan wel nakijken nog weer, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Nou, we blijven niet schorsen. Ik kan het ook later geven. Wie daar aanwezig was? U was daar met mevrouw Netelenbos. Ja. Wie was daar van Franse zijde? De minister. Sajo, weet u ook, hè? Ja. En ambtenaren? Kende u die ambtenaren? Die nee. Nee. Nee, het vervoerteam onder leiding van Bas, van ons of Jeroen Kok, heeft wel degelijk met NS zelf ook weer gesproken. Een aantal keren daarvoor. En ook daar en uiteindelijk ook een fax gehad dat ze besloten hadden niet mee te doen. Ja. Dat ze graag mee wilden doen met de winnaar. Maar er was een gesprek. Wat was de conclusie van dat gesprek? Herinnert u zich dat nog? Ik kan me twee gesprekken herinneren. Eén waarbij de Franse minister zei van ik doe mee. Ik vind prima dat jullie het allemaal doen als je maar Franse treinen bestelt. Dat was zo'n gesprek. En het andere gesprek, element van wat je met Netelenbos besprak, was wij zijn niet zo gek als jullie dat we het binnenlands vervoer aan buitenlanders geven. Want dat was ongeveer het andere gesprek. En verder is daar niet heel veel meer nuance over tafel gegaan. Dus daar werd zeker niet geconcludeerd, wij doen niet mee in Nederland? Nee, dat werd daar niet aan de orde gesteld. Dat is op geen enkel moment aan de orde geweest? Jawel, alleen niet in die gesprekken, wel met ambtenaren. Ja. Wel met mijn vervoerteam. Het vervoerteam heeft ook gesprekken gehad met SNCF. Ja. En daarin hebben ze wel verklaard dat ze niet mee zouden doen. Ja, maar dan zijn we al wat verder in de tijd. Vast, ja. Want op een gegeven moment komt er, ik begrijp nu wat u bedoelt, op een gegeven moment komt er een fax binnen, op 27 juli, zeg ik even uit mijn hoofd. Want dan heeft dat gesprek dus plaatsgevonden. En dan trekken de Franse spoorwegen zich ineens terug in die zin dat ze gewoon bevestigen, wij doen niet mee. Wij doen niet mee. Dat is 27 juli 2000. Ja. Was u daarover verrast? Want zij hadden altijd gezegd, wij houden de mogelijkheid open om mee te doen. Ja. Nou, ik was vooral blij. Maar wat is er gebeurd? Op grond waarvan zij ineens hebben gezegd, niet echt. Mee? Er zijn geen beloningen voor gegeven of zo. Er is gesproken met de SSCF over hun positie en rol. En zij hebben besloten om het beter te vinden, ook voor zichzelf, om dit proces niet te verstoren en om met de winnaar zaken te doen. Maar, dus, dat was het eigenlijk, heel simpel. Maar waarom zouden ze dat besloten hebben? Ja, dat moeten we hen vragen, weet ik niet. Maar die fax, daar staat in, ik bevestig, I therefore confirm, ik bevestig u, dat is van iemand van die SNCF-organisatie, ja. Ik bevestig u dat wij direct, nog indirect, zullen gaan bieden bij die HSL Zuid. Ja. Als je iets bevestigt, dan heeft iemand anders er eerst om gevraagd. Dan heb je een gesprek gehad, ja. Dus het was een vraag van uw projectteam. Ja. Jongens, doe nou niet mee. Ja. En daar is niks voor teruggekomen? Nee. Weet u niks van? Nee, daar weet ik echt niks van. Nee. U weet ook niet van een blauwe brief, dus zo'n brief tussen ministers van minister Brinkhorst aan minister Netelenbos met afschrift aan minister Kok. Nee. Of andersom, aan minister-president Kok. Nee. Van, ga nu eens een keer op hoog Frans niveau praten om te zorgen dat die SNCF zich terugtrekt. Dat zou kunnen, maar ik kende geen blauwe brief. Maar ook niet van gehoord, ook niet bij geruchten? Nee, maar we zijn wel in Frankrijk geweest of in Parijs geweest bij de Franse minister om daarover te praten. Alleen, ik zeg al, de essentie van die gesprekken waren meer gericht op de reciprociteitsdiscussie en minder op de deelname. In mijn geheugen, want ik ben er wel bij geweest, maar ik moet eerlijk zeggen dat het is allemaal zo lang geleden. Ik heb daar geen beeld bij dat er toen bewust gesproken is over het niet meedoen. Ik weet wel dat we daarna met ambtelijk gezien met hen een gesprek hebben gevoerd en dat ze niet meededen.
Dat is het enige wat ik weet. En dat u daar heel blij mee was? Dat ik daar blij mee was. Ja. Nog één vraag. Uit de fax van uw projectorganisatie staat ergens letterlijk dat de bestaande Thalys-vervoerder langs de lijn, dat is spoor Perzisch voor de SNCF, akkoord dient te gaan met de eisen aan een eerlijk speelveld op straffen van uitsluiting van de tender. Ja. Kunt u uitleggen wat daarmee wordt bedoeld? Dat als je niet conformeert aan de spelregels, dat je niet mee mag doen. En is dat dan het spel dus misschien dat met de SNCF is gespeeld? Nee, dat speel je altijd met alle partijen. In iedere fase zeg je tegen partijen, dit zijn de spelregels, als je mee wilt doen moet je die ondertekenen. Dat is ook elke keer gebeurd met elke fase. En dat zou dan wellicht de reden kunnen zijn dat de SNCF zich zou hebben teruggetrokken? Dan ben ik toch nog steeds zo verdraaid benieuwd wie dat gesprek dan gevoerd heeft. Bas van Os. Nou, die krijgen we hier nog langs. Dat weten we niet helemaal zeker. Daarmee ben ik op dit punt wel door mijn vragen heen, voorzitter. Ja, want dan denk ik dat het goed is om even terug te komen op het stuk van de landsadvocaat. We hebben, zoals we al eerder bekend hebben gemaakt, ongeveer 1800 ordners. Veel stukken. U zei ons dat het een stuk was van de landsadvocaat waarin in zou worden gegaan met die 93 minuten. En dat niet dat daaraan voorbij zou zijn gegaan. Ik kan u vertellen dat daar deze brief niet over gaat. En dat wij deze kennen, maar dat het een heel ander onderwerp is. En dan stel ik voor om het voor te vervolgen met de heer Van Gerven. Ja, om even nog op het biedingsproces in te gaan en ook het advies van de landsadvocaat en ook de afwegingen om wel of niet door te gaan met de tender. Die is gemaakt. Gezien de uitkomst van de tender ook afgebroken kunnen worden? Niet rechtmatig niet. Niet rechtmatig. Wij lezen uit de stukken dat wanneer er maar één volwaardig bod is, dat dan de tender zou kunnen worden afgebroken. Ja, zou kunnen. Maar er was ook een ander stuk waarin staat dat als er één is, dat je door mag naar de volgende ronde. Er zijn twee stukken, één in het kwalificatiedocument, het andere in het ITT-document. En bij beide documenten zijn geldig. En bij niet-strijdigheid moet je dan één van de twee documenten toepassen. Nee, maar het is een... Ik begrijp dat het een keuze is. Ja, het is een keuze. Maar het had wel gekund. Nou, dan had je denk ik... ik weet niet of dat de brief is misschien, maar dan had je voor de rechter wel moeten verklaren waarom je die keuze had gemaakt. Want dat niet zomaar, dat kan niet zomaar. Je kan niet zomaar voor ook in een andere toe een tender afbreken om een punt waarvan je zegt, het is ook tendertechnisch juridisch mogelijk om ermee door te gaan. Dat mag niet zomaar. En er was ook geen, de vraag is ook of je dat, de vraag is natuurlijk wil je dit soort dingen. Hè? Sommige dingen zijn keuzes. En de vraag is dan, ga ik bewust de route in dat ik probeer de tender nietig te verklaren? Dat zou een keuze kunnen zijn. Nee, maar er was een route beschreven dat als er maar één, dus als er niet voldoende marktspanning zou zijn, maar één bod, dan kun je de tender afbreken. De tender afbreken? Ja. Dat klopt. Ja. Okay. U heeft de keuze gemaakt om toch door te gaan met die tender. Dat klopt, ja. En zelfs een tweede persoon in de wachtkamer gezet om, maar u had, als u gewild had, ook kunnen besluiten om de tender af te breken. Nou, ik denk via een andere route. Nee, ik denk dat ik vraag mij af, gegeven het feit dat we hebben kunnen uit de stukken hebben kunnen analyseren dat we door mochten, of ik dan, als ik dat had gedaan, of ik dan voor de rechter gelijk had gekregen. Ik denk als de mogelijkheid er is om met een stuk in de hand door te gaan in de tender, dat je niet zomaar mag afbreken. Dat is het beeld. Dus ik had niet een keuze, het is geen vrije keuze. De keuze is als je door mag gaan volgens de tender, juridische procesgang, dan mag je niet zomaar stoppen. Nee, maar u had, als er onvoldoende goede biedingen zijn, had u de tender kunnen stoppen. Jawel, maar dat zat in de voorwaarden. Zeker. Ja. Zeker. En dan constateer ik dat er maar één volwaardig bod was en dat als u gewild had de route van het stoppen met de tender had kunnen bewandelen. Ik vraag me dat af.
Ik vraag me echt af of dat juridisch gezien had gekund. Maar u zei net, u had het welkom, want het stond in de voorwaarden. Ja, dat, ik probeer het nog een keer te zeggen. Als er staat een heel aantal documenten liggen onder zo'n tenderprocedure. In het ene document wordt gesproken over, u moet minstens 2 biedingen de volgende ronde in kunnen gaan, want dan bent u correct bezig. In het andere document, wat daar parallel aan ligt, staat dat als er 1 goede bieding is, dat je ook door mag gaan. En die 2, die conflicteren niet. Dat is een keuze die je hebt. Dus je hebt keuze 2 dingen. En je kan niet zomaar zeggen, dat andere artikel, dat verklaar ik niet meer van kracht. Namelijk dat ik door mag gaan met die tweede. Dus ik stop de tender. Dan ben je tenderjuridisch heel zwak bezig. Dus omdat die tweede mogelijkheid erin zat, ook in de procedure, moest je daar wel gebruik van maken, in mijn optiek. Ja, dat kwam u het handigste uit. Nee, dat vind ik geen goede opmerkingen. Voel ik me in mijn integriteit aangetast. Er is een... Ik heb niks handigs gedaan. Ik heb gewoon puur gedaan wat ik moest doen. Nee, maar er is bij de voorwaarden voor de tender aangegeven, als er onvoldoende gekwalificeerde mensen zijn om te bieden. Dat moesten er tenminste 3 zijn. Er waren er 3. Er is ook gezegd, er moet tenminste 2 volwaardige biedingen liggen. Die waren er niet. Er waren er 2 die volwaardig zouden kunnen worden. Nee. Waarvan er 1 volwaardig zou kunnen worden. Er was 1 volwaardig bod. En de tweede was niet volwaardig. Was potentially volwaardig. Ja, maar dus niet volwaardig. Ja, dat is de vraag is, dus toch had u de keuze kunnen maken om te zeggen, nou, er is onvoldoende marktspanning gezien de biedingen, we stoppen de tender. Ik zeg dat die keuze op dat moment niet had kunnen maken. Puur vanuit de aanbestedingsrechtelijke zin. Goed, dan constateren we dat u in de voorwaarden iets anders heeft gezegd. Ook wat de bedoeling was in de... Nee, die constatering klopt niet. Want in de tenderdocumenten staat enerzijds, u moet er 2 volwaardigen hebben. En in het andere document, het qualification document, daar staat dat als u met 1 bieding, als u 1 volwaardige bieding hebt, dat u ook de volgende ronde in zou mogen. Dus we hebben van dat 1 artikel gebruik moeten maken, omdat het artikel gewoon gold. Goed, wij stoppen op dit punt de discussie. En we gaan verder met de tariefrestrictie. Het beperken van de prijzen op de kaartjes, want die speelt een rol in de verdere onderhandelingen met NS. En daar is een bepaling opgenomen. Laten we zo ook in het contract uiteindelijk, zei het een kanbepaling, is opgenomen dat als de tarieven omlaag worden gebracht, dat dan ook het bod zeg maar van 148 terug kan naar 101 miljoen. En dat zou dan moeten gebeuren, dat die tariefrestrictiebepaling zou doorgevoerd moeten worden voor 1 september 2002. Ja. En het zou gaan om maximum tarieven, die zouden beperkt worden tot hoge snelheidslijn 25% hoger ten opzichte van het tarieven hoofdrailnet. Allereerst, wat vond u van het idee van die tariefrestrictie? Sprak mij niet aan. Waarom niet? Omdat de vrijheid van de ondernemer en zijn eigen intenties om goede diensten te leveren niet zouden moeten worden beperkt door een overheidsinterventie, in mijn optiek. En ten tweede, hij had het zelf ook kunnen doen. Dus hij had ook nu kunnen kiezen voor, u gaat de eerste 5 maanden gratis de trein in, dan gaat hij helemaal vol zitten en daarna met tarieven kunnen werken. Dus hij had een heel speelveld voor zichzelf, wat vooral door de overheid niet per definitie moest worden gedomineerd door weer een beperking erop te zetten. Dat leek in termen van de bedoelingen van een ondernemer die een keer marktconform ook moet gaan werken, leek dat niet een verstandige keuze. Ja. Ook in mijn optiek, maar goed, een andere, ik bepaal dat niet. Een minister bepaalt uiteindelijk wat ze daarmee doet. Maar goed, u vond eigenlijk het gek dat NS een tariefrestrictie wilde. Omdat als je die tender wint, dan kan je dat zelf bepalen. Dus dat hoeft de overheid niet af te perken. Maar het leverde wel 47 miljoen op natuurlijk voor NS. Nee, dat is een misvatting. Als zij zeggen, als u ons een beperking in het tarief oplegt, dan gaan er heel veel meer mensen de trein in. Dan moeten wij meer treinen kopen, meer personeel aannemen. Dan zit dat aan de kostenkant in hun business case.
Dus een business case wordt er niet anders door. Als het goed is, wordt de business case er precies hetzelfde door. De verdiencapaciteit blijft hetzelfde. Want het is niet zo dat ze minder hoeven betalen, ze hebben ook hogere kosten. Datgene wat er afgaat aan de betaling naar ons toe, zou erbij komen in de koop van extra treinen. Ja. Dat was ook hun argumentatie. Dus de ontbouwing toen, en die 47 miljoen was natuurlijk een soort schatting vanuit hun optiek. Die hebben wij niet echt goed nagerekend. Maar als we ervan gebruik hadden willen maken, dan hadden we wel degelijk natuurlijk die analyse gemaakt van wat kost het echt aan extra treinen. En dan waren die kosten van de afdracht afgegaan. Maar daarmee wordt de business case precies hetzelfde. Ja, maar, dus ik snap ook niet wat zij bedoelen daarmee. Nee, maar in het contract stond dat als de tariefrestrictie zou worden ingeroepen, ja, dat dan de korting 47 miljoen ja, zou zijn. Ja, en daar is... Nee, maar als je dat in het contract zet, moet je je daaraan houden, toch? Ja, ja, en het contract stond ook dat we dat konden inroepen, dat artikel. En we hebben ook direct een brief gestuurd dat we dat niet zouden doen. U heeft een brief gestuurd? We hebben direct aan hun gezegd, en is ook later is aan hun duidelijk gemaakt, nou, die brief moet ik even afwezen, maar er is direct gezegd aan hen dat wat ons betreft de minister geen gebruik zou maken van het artikel. Dus daarmee wisten ze ook waar ze aan toe waren. Ja. Wist minister Netelenbos hiervan? Ja. Wat wist hij van die bepaling? Dat hij erin stond. Dat ik hem erin had gezet. Het was een initiatief van mijn kant om eruit te komen. Het waren de laatste onderhandelingen met meneer Niggebrugge van de NS. Dat heeft u op eigen houtje eerst gedaan? Nou ja, op eigen houtje. Je moet onderhandelen met een speler. En wat je aan onderhandelingsinput levert, toets je natuurlijk op je team. En op alle adviseurs die erachter zitten. Dus ik doe niks op eigen houtje. Maar er was een sterke opdruk vanuit de NS om dat artikel in de overeenkomst te krijgen. Dat was eigenlijk de laatste artikel wat ze erin wilden hebben om nog akkoord te kunnen gaan met de overeenkomst. En toen hebben we daar intensief over gesproken onderling van wat doen we nou? Want en toen is het dus uit een kan-artikel geworden en een restrictie tot 1 september 2002. En dat getal, die datum is bepaald op basis van de verwachting dat voor die tijd de treinen moesten worden besteld. Dus er is gewoon een, ze zeggen oké, beste NS, beste Marcel, het komt erin als een kan-artikel, maar weet dat wij dat artikel ontraden bij onze minister. En beste Marcel is Niggebrugge, de financiële man van NS. Hij mocht het tutoieren toen. Hij mocht het tutoieren. De minister is achteraf op de hoogte gesteld van die bepaling zit erin en moest zich daar toen een oordeel over volgen. Ik weet niet of dat achteraf gebeurde. We hadden telefonisch veel contact. Dus ik denk dat ik dat met haar ook wel heb besproken voordat ik het uiteindelijk definitief heb gemaakt in het contract. Ja, dus dat zijn nachtelijke gesprekken geweest. Ja. Met de minister. Dit was, ook, want wij begrijpen dat het zich ook in de nachtelijke uren heeft afgespeeld, die laatste onderhandelingen. Zo gaat dat, hè. En toen heeft ook op dat moment contact gehad met de minister. Zij willen per se dit erin hebben, mevrouw Netelenbos. En u heeft het zo voorgesteld en dat heeft ze geaccordeerd. voordat u er een klap op heeft gegeven. Ja, het is heel lang geleden, hè. Dus ik deed dat soort dingen nooit zonder consultatie van de minister. Dus ik had daar een vrij directe relatie met haar. Dus ik ga er even vanuit dat ook gebeurd is op dat punt. En het is daarna ook bij haar nooit een verrassing geweest. Dus nee. Dus vindt het aannemelijk dat we haar die avond of die nacht gesproken heeft toen de deal gemaakt is? Ja. Om dat in het contract op te nemen. Dan hadden we natuurlijk ook het ministerie van Financiën. Minister Zalm. Ja. Die was geen voorstander van de tariefrestrictiebepaling. Heeft nou het onderhandelteam tegen de wil van minister Zalm ingehandeld? Zou best kunnen. Dat weet ik niet meer. Ik weet niet of we hem ook gebeld hebben 's nachts. Het zou best eens kunnen, hoor, want we hadden veel contact met beiden. Maar we hebben hem ook, ik heb hem zo gebracht van het schaadt ons niet. Hij komt erin en hij wordt toch niet gebruikt. En hij expireert weer per 2000. We fietsen hem meteen uit. Ja. Zo voel ik het ook nog steeds. Zo voelt u het. Heeft u het aan persoonlijk met Zalm gesproken die avond? Niet dat ik weet. Daarna? Niet dat ik weet. Daarvoor? Ik weet het niet meer. Acht u het waarschijnlijk? Nee, want er zaten bij Zalm vaak wel de ambtenaren tussen. Goed. Dus mogen we dan concluderen dat wel minister Netelenbos een mandaat heeft gegeven, zeg maar, voor die
kanbepaling over die tariefrestrictie. Ja, ik wil, maar dat Zalm dat niet op dat moment heeft gehoord. Nou, en dat dat natuurlijk later op zijn bord kwam. Nee, maar vooral duidelijkheid, zij hebben natuurlijk moeten tekenen. Dus het is niet zo dat ze niet dat Zalm geen mandaat heeft gegeven. Zalm is akkoord gegaan met de tekst. Want anders werd die overeenkomst helemaal niet getekend. Dus in die zin heeft Zalm het ook, of het nou op dat moment geweest is of later, heeft hij het gehoord en is hij daar uiteindelijk mee akkoord gegaan. Goed, hij heeft achteraf... Of het achteraf, ja, ik weet niet precies wanneer het was, maar hij is akkoord gegaan met deze tekst. Met het conceptcontract voordat het getekend werd. Maar dat is toch wel vreemd dat een minister akkoord gaat met iets wat ze niet wil. Want dat gold voor beide. Ja. Ja, dat is vreemd. Het was ook achteraf had ik het. Weet, het is een wat ongelukkige situatie geweest. Op dat moment dacht ik, het kan geen kwaad, want we roepen hem niet in. En als zij het graag willen bij de NS, dan moeten ze dat vooral willen. Maar dan zijn we tenminste een deal. En de rest was allemaal keurig overeengekomen. Dus als we beide weten dat het artikel niet ingeroepen wordt, nou, dan kan je toch tekenen. Dat was mijn bel toen. Ja, maar dat is dan toch. Dat is dan toch gewoon een spelletje? Ja, het is een spelletje. Onderhandelingsspelletje. Ja. Door die kanbepaling had natuurlijk, doordat het erin stond, had het natuurlijk nog wel een. Werd het toch wel een onderwerp van discussie nog in de politiek. Ja. Ja, dat is gebeurd. En als hij er niet in had gezeten, had hij. Dan weet ik niet of we een contract hadden, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb eergisteren geleerd hoe de NS dat heeft bedoeld. In het verhaal van Spaargaren. Dat heb ik nooit zo geweten, maar ze hebben dus inderdaad bewust de bovenkant gezocht van alle tariefverhogingen en die opgeteld in hun bod met het idee dat die later er weer af konden in het gesprek met ons. Eerlijk gezegd is dat mij voor het eerst gebleken dat het zo bedoeld was. Ik heb het toen puur geadviseerd aan de Etelbos om het niet in te roepen, omdat het mij eenmaal niet past in de beeldvorming van een privaat onderneming die een eigen business zou moeten gaan runnen. En dan gelijk een overheidsinterventie eroverheen. Nou is dat contract getekend, maar die brief dat die tariefrestrictie niet zou worden doorgevoerd, is niet verstuurd. Nee, dat weet ik niet. Dat zat ik even zelf ook even te twijfelen. Maar ik bedoel, de NS wist, het is een kanbepaling. De NS wist dus dat hij niet ingeroepen zou worden. Want hij is ook niet ingeroepen. Dus contractueel hoeft de minister geen brief te sturen, want ze heeft zelf het in de hand om hem in te roepen of niet. Nee, maar als je zegt ik wil hem niet, dan zou ik een brief gestuurd hebben. Nou, moeten kijken of dat gebeurd is. Ik weet het niet. Maar minister Netenbos heeft geen brief gestuurd. Als u het zegt, dan zal het zo zijn. Ja. Dan zullen wij het wel gezegd hebben tegen ze. Tegen de NS. U heeft gezegd tegen NS... Hij wordt ingeroepen. Hij wordt niet ingeroepen. En u heeft geen brief gestuurd. Dat moet ik nakijken, dat weet ik niet meer. Was het, nu terugkijkend, beter geweest als die tariefrestrictie met bijbehorende korting wel was ingevoerd? Nee, ik denk het niet. Eerlijk gezegd. Dan hadden we toen op 101 miljoen gezeten. Nee. Als die wel was ingeroepen, als we voornemens waren om deze tariefrestrictie in te roepen, hadden we de berekeningen van 47 miljoen overgedaan voordat we een deal hadden gesloten. Dan hadden we waarschijnlijk op een lager bedrag uitgekomen. En dat bedrag was dan ongeveer de waarde van de extra treinen die ze zouden moeten kopen daarna. En hadden ze dus geen andere business case gehad. U zegt, dat was in uw optiek, die 47 miljoen was 28 miljoen geworden. Misschien. Ik weet niet eens, maar zoiets. Het getal is genoemd dat de materieelkosten 28 miljoen waren. Dan zou dat 28 miljoen zijn. Waarschijnlijk wel. In uw berekening. Ja, dan zouden we daar de onderhandeling over gevoerd hebben. Opvallend. Een verschil 47 miljoen en 28 miljoen. Wij constateren dat even. Maar toch, in het contract staat, als de tarieven teruggaan naar 25%... Dan gaat die omlaag met 47 miljoen. Ja, daar had u wel voor getekend. Ja, dat klopt. Op basis van berekeningen. Ja, op basis van hun uitgangspunten, getoetst door ons. Maar met nadrukkelijk het beeld. Daar had u ja tegen gezegd. Ja, zeker. En met nadrukkelijk het advies om het artikel niet te gebruiken. U zegt ja tegen een artikel. Ja. Waarvan u weet
Dat gaan we niet doen. Ja. En waarvan u ook weet dat de cijfers niet kloppen. Nou, eenzijdig bepaald zijn. Uitgangspunten, we hebben wel de uitgangspunten van de NS meegenomen in het toetsen van dat bedrag. En met hun uitgangspunten hebben we dat bedrag akkoord verklaard vanuit een werkgroep. Het is een lichte scan geweest op hun berekening. Waarvan u weet dat de cijfers niet kloppen. Zoals nou, u daar tegen aankijkt, omdat u zegt van dat ligt eerder in de orde van 28 miljoen dan 47 miljoen. U heeft gelijk als u zegt dat er een bedrag in dat contract staat. Wat als we van tevoren hadden besloten om het tariefrestrictie wel degelijk in te roepen, dat het bedrag een ander bedrag zou zijn geworden. Daar heeft u gelijk in. Dus als de politiek, even heel simpel, als de politiek dit artikel had ingeroepen voor 1 september, hadden wij te veel teruggegeven aan de NS en had de NS daarvan geprofiteerd. Oké, dat, als dat voor 1 september 2002 zou zijn. Daar heeft u gelijk in. Ja. Stel dat het, die concessie was verlaagd naar 101 miljoen. Stel dat dat gebeurd zou zijn, is niet gebeurd. Hè, op basis van die tariefrestrictiebepaling. Wat had dat nou betekend voor de concessie en het realiseren van goed vervoer? Weet u, dat vind ik een lastige. Want ik zie geen relatie tussen de Vira-fiasco-problematiek en dit bod. Ik vind er totaal geen relatie tussen zitten. Dus ik weet ook niet wat er zou gebeurd zijn als ze... Als er een oranje consortium het had gehad, misschien had het ook het management wel zo gehandeld als ze gehandeld hadden. En ook geen treinen gekocht of later treinen. Ik weet niet wat de relatie daartussen is. Maar welke relatie is er volgens u? Tussen de 4A-problematiek en dit bod? Nul. U zegt dat is nul. Kunt u dat toelichten? Nou, u moet wel erg veel, als het ware, verbindingen bedenken die er zouden kunnen zijn tussen wat hier plaatsgevonden heeft en het uiteindelijke bestellen van de Vira, om daar een plausibiliteit tussen te ontdekken. Ik bedoel, als ik moet eerlijk zeggen, in diezelfde periode zijn de UMTS-veilingen ook geweest. Je hebt toch de toenmalige KPN ook niet horen zeggen dat ze niet konden leveren. Ik bedoel, het is een keuze van een onderneming om te leveren of niet. Er zaten twee grote bedrijven achter, KLM en NS. Ze hadden heel goed kunnen leveren. Hadden ze kunnen doen. Ja, dus ik zou niet weten waarom dat bepaald is door het feit dat ze in onze ogen te veel afdroegen, waar het in hun ogen een plausibele business case op riep. Als u de baas was geweest van NS, u zat op de andere stoel. Ja, had ik dat bod nooit uitgebracht. En u zegt van nou, u had het bod niet uitgebracht, nee. Maar goed. U zegt, het maakt verder toch niet uit. Even toespitsend op het bestellen van een goede trein. Wat had u dan gedaan? Ja. Ja, want u zegt, ze hebben er een potje van gemaakt. Ja, hè? Dat zeg ik gewoon. Zegt u gewoon. Ik had er geen potje van gemaakt. Maar u had er geen potje van gemaakt, zegt u ook. Ja, natuurlijk. En wat had u dan gedaan? Hoe had u het aangepakt? Gewoon een reëel bod uitgebracht. Spaargaard is naar zijn baas gegaan met 125 miljoen. Of iets in die richting. Dat was een prima bod. Neem ik wel even terug naar de relatie met de hoogte van het bod en uiteindelijk het niet rijden van de Vira. Ja, die zie ik niet. Die ziet u niet. Nee. Dan nogmaals, wat had u gedaan, even uitgaande van het bod lichten? Oh, ik snap u wel. Ik snap uw vraag. Als ik... Onze handen jeukten toen we zagen dat er direct na de ondertekening van het bod geen actief vervolg werd gegeven aan het ondernemingsplan en aan het opzetten van de business. Want het was toch gek dat niet plaatsvond daarna. Dus het feit dat je, als je dan een bod hebt gedaan, zeg dan gewoon ik heb dat bod gedaan, ik betaal dat, maar ik ga ook als de donder kwaliteit leveren. Dus ik ga treinen bestellen, ik ga heel goed vervoer realiseren, want ik ga al die reizigers tegen hoge prijzen die trein in krijgen. Had dat dan gedaan? Ik bedoel, dat is ondernemerschap. Je hebt een keer een bieding gedaan. Je bent een grote vent in de wereld van treinen. En je gaat hem gewoon klaarmaken en waarmaken. Ja. En dat is niet gebeurd. U zegt feitelijk, als NS een goede ondernemer was geweest, dan hadden ze gewoon goede treinen besteld, zo snel mogelijk. Precies. En rijden, even los van de hoogte van de tender. Ik geef het woord aan de heer Elias. Ik kan nog een paar vragen over om het goed te kunnen begrijpen. Nog heel even over die tariefrestrictie, als u dat goed vindt. De NS wilde dat graag in het pot hebben. Dat vonden ze belangrijk. En anders hadden we geen deal, zei u. Ja.
Anders hadden we langer moeten onderhandelen. Dan hadden we die avond geen deal. Maar u belt de minister uit op bed, of in ieder geval laat op. En vraagt, laten we het toch maar doen. Vanuit de wetenschap, we gaan er geen gebruik van maken. Vervolgens wordt bedacht, we sturen een brief om dat aan de NS te vertellen. Dat we er geen gebruik van maken. Dat wordt geen brief, dat heeft de heer Pans hier ook verklaard. Maar er wordt een mededeling aan de NS. Het is toch een klein verschil tussen iets dat je mondeling meedeelt en een brief die geschreven is. Daarna blijft die NS op die tariefrestrictie duwen. Ja, het gedrag. En 14 jaar later, 2 dagen geleden, hoort u voor het eerst dat het de onderhandelingsstrategie van de NS is geweest om eerst dat hoge bod te doen en het daarna via die tariefrestrictie weer omlaag te krijgen. Vat ik dat kort samen? Goed samen zo? Ja. Ik hoorde u ook zeggen, de NS deed het fout, wij deden het goed. Als je dit nu terug hoort, dan heeft u hier toch misschien de steek laten vallen. Ik begrijp u niet. De vraag is, de NS is er in ieder geval in geslaagd om zijn onderhandelingsstrategie uit te rollen in de periode ook daarna. En dat is u niet gelukt. Want dat er geen gebruik zou worden gemaakt van die tariefrestrictie, ook al was hij dan in die uiteindelijke overeenkomst terechtgekomen, dat is niet gelukt. Er is tot 1 september geen gebruik gemaakt van de tariefrestrictie. Ja, maar op enig moment is dat zwaar in de onderhandelingen weer gekomen. Ja, maar dat... Maar dat wilde u niet. Nee, en ik zou het nog steeds niet doen. En dat kon alleen maar gebeuren omdat u uiteindelijk toch instemde met het feit dat wat u nog dacht, dode letter in dat bod kwam. Nee, denk ik niet. Nee, kijk, als u dat zegt, nee. Ik denk dat je ook... maar ik praat over een periode van na mij, hè. Dus als dat hele mislukken van die business aan de orde is bij een minister, dan komt alles weer aan de orde. Dat, ook al zat het artikel er niet in gestaan, had je ook de tariefdiscussie gehad, denk ik, eerlijk gezegd. Dus dat is niet één op één te verbinden met een al dan niet... ik vind het een ongelukkig artikel als je mij zegt van, je hebt het dom gedaan. Ja, heb ik dom gedaan. Nou, ik zei maar, dat niet. Ik vroeg het en dan ook nog in andere bewoordingen. Nee, maar ik ben niet blij met dat artikel. Dat wil ik zo zeggen. Want ik heb de effecten daarvan ook... maar dat ben ik, ja, wie ben ik? Ik heb de effecten daarvan tot 1 september ook onderschat. Ik had gehoopt, en dat is even weer een idealistisch beeld, dat NS nou eens zou stoppen met achterin die kamer te lopen elke keer en de business zou hebben opgepakt. En een grote jongen zou zijn en het gewoon gaan doen. Maar ze zijn dat gewoon niet gaan doen. En daar heb ik me daarna ook nog aan geërgerd. Dat is helder. Dan gaan we aan de slag na die concessieverlening. En dat bedrijf dat de treinen moet gaan rijden, dat moet van start. Dat wordt dus die High Speed Alliance, HSA. Ja. Daar is natuurlijk ook over onderhandeld. En een van die punten is de garantstelling van NS-KLM voor die nieuw op te richten High Speed Alliance. Eerst maar even, welke bedoeling had Verkeer en Waterstaat met een dergelijke garantstelling? Nou, de eerste is natuurlijk de keuze om een Special Purpose Company op te richten, een aparte onderneming te maken. Ja. En die is handig om te weten, als je daarna de volgende aanbesteding doet, dat je met de juiste informatie uit de juiste onderneming de volgende aanbesteding in kan. He, waardoor je als het ware geen vervuiling hebt van het grote moederconcern op het rijden op deze lijn. Dus je wilde een onderneming om te kunnen refereren in de vervolgfase aan wat de onderneming zou doen in termen van business case. De volgende fase... Dus als je het echt zuiver over die HSL had, en dat je daar de gegevens van had... Ja. En dat niet allerlei andere dingen van de moederconcern. Nee, want als je opnieuw moet aanbesteden, moet je dat wel heel zuiver kunnen geven aan de markt, die informatie. En die moet ook correct zijn. En dat gebeurt ook vaker, dat er aparte ondernemingen worden opgericht voor dit soort situaties. Tweede is dan het garantievermogen. Dat zat op 100 miljoen, dat is naar 200 opgeschroefd. Dat is natuurlijk niet heel veel. Als u dat, de vorige keer zei u dat, geloof ik, dat is niet heel veel. Alleen het toch kunnen hanteren van een onderneming in een bepaalde startperiode met een eigen garantie, waardoor ze niet gelijk als het ware door de vloer zakken, was wel een belangrijk element in te zorgen dat ze op gang kwamen. Dus dat uiteindelijk natuurlijk grote jongens erachter zitten als KLM en NS, die ook hadden kunnen zeggen, wij fourneren wat extra vermogen bij deze onderneming erbij om hem toch te slagen. Dat hadden ze later ook nog kunnen doen. Maar goed, in de start zeg je dat is niet aan de orde. We beginnen met een relatief een bepaald bedrag als garantie.
En beste NS, we verdubbelen dat als jij, en in de ruil daarvoor brengen we die concessievoering naar beneden toe. Had u de bedoeling om in het geval van het niet uitvoeren van die concessie, dat dan de staat de garantstelling zou krijgen om daarmee tijdelijk het vervoer zelf te kunnen exporteren of laten exporteren? Nou nee, ik denk dat, maar dat weet ik niet, dat zou wel een deskundige moeten vragen. In mijn beeld was de garantstelling een bedrag waarbij, als de business case niet sluitend zou zijn, je een tijd lang kon blijven rijden in die onderneming zonder gelijk vier te gaan. Ja. Dat is het beeld. Dat is de garantstellingsinterpretatie die ik eraan geef. Oké, want in die invitation to tender, die bekende ITT, daar was een performance bond, een nakomensgarantie gevraagd van 100 miljoen. En uiteindelijk werd het een garantievermogen van 200 miljoen. Ja. Wat is eigenlijk het verschil tussen die nakomers, afgezien van dat het 100 miljoen scheelt, tussen 100 en 200 miljoen. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen die nakomersgarantie en dat garantievermogen? Nou, ik heb dat toevallig, ik kan het niet zo vertellen. Ik heb toevallig gisteren wel wat stukken gelezen die erover gaan, maar die zijn niet blijven hangen in mijn hoofd nu. Er is een variabilisering geweest, een discussie over variabilisering van de concessievergoeding, gekoppeld aan een performancebond of een garantstelling, maar die kan ik niet reproduceren. Okay. Waarom was eigenlijk de verwachting, het ging om enorme bedragen, waarom was eigenlijk de verwachting dat die 200 miljoen aan garantievermogen, waarmee je voor iets meer dan één jaar de concessievergoeding kon betalen, dat een voldoende buffer was om het vervoer over die HSL Zuid te waarborgen? Dat te waarborgen natuurlijk niet, dat is gebleken. Maar bij de opstartfase zou dat wel waarschijnlijk hebben gekund. Je moet een haalbare business case met een prima rendement moet zich, als die opgezet wordt natuurlijk moest in 4 jaar natuurlijk moest die op het niveau worden komen dat er een bedrag volwaardig werd uitgekeerd. Daarvoor zaten de kortingen op. Maar in dat hele spel vonden wij dat een voldoende bedrag. Ja, maar ik probeer. Misschien is dat helemaal verkeerd, omdat ik de spoorwereld niet ken. Maar ik probeer gewoon een vergelijking te maken met alle dag. Stel dat ik een auto wil kopen van 20 mil. En ik betaal in 15 jaar af, daar teken ik ook voor. En hier heb je alvast 200 euro. Ik denk niet dat er heel veel autoverkopers zouden zijn die mij de sleutels mee zouden geven. Ik moet de vergelijking even tot me door laten dringen. Nou, die is, als je hem terugrekent, komt het ongeveer op hetzelfde neer. Er moest ruim 2 miljard worden terugverdiend in 15 jaar. 100 miljoen per jaar. En er komt een soort comfort wordt er geboden voor 200 miljoen. Is dat niet veel en veel en veel te weinig? Dat is net hoe je het bekijkt. Er staan twee grote ondernemingen achter. Die natuurlijk samen kunnen, die samen zich garant stellen voor het feit dat die hoge snelheidslijn gaat rijden. De moeders staan er ook achter. Dus de vraag is wat er in de onderneming moet worden gepompt en wat er bij de moeders moet worden gereserveerd. En die laatste vraag, als NS echt wilde scoren met dit verhaal, hadden ze natuurlijk in het eigen vermogen voldoende gereserveerd voor dit verhaal. Okay. Ik kijk even op mijn collega van Gerven op dit financiële punt nog. Dan wou ik even verder met het punt dat ook nog een paar keer terug zou komen. Er waren in de voorbereiding van die aanbesteding door de staat vooruitlopend op die concessieovereenkomst een aantal afspraken gemaakt. Met de NMBS, met de Belgische spoorwegen. Die zijn vastgelegd in een conceptcontract. Met de nadruk op concept. Op een aantal punten had de staat geen afspraken gemaakt met de Belgische spoorwegen. En in de laatste fase, ook toen, zijn door de NMBS en de NSKLM geen sluitende afspraken gemaakt. Die zijn er nooit gekomen. Er was geen overeenstemming over de opbrengstverdeling van het binnenlands vervoer in de internationale treinen. En er was ook geen overeenstemming over de verbindingen Den Haag-Brussel en Breda-Brussel. NMBS maakte bij de staat die bezwaren kenbaar. En ook voor de NS waren die open eindes natuurlijk een van de redenen om eigenlijk niet te willen tekenen. Er was binnen NS ook verzet. Uiteindelijk is er getekend, weten we. Maar ik wil nu weten aan uw kant. Welke risico's zag Verkeer aan Waterstaat dat dat ten aanzien van die wensen van de staat en SN... NSKLM, hoe zag u de risico's dat we er met de Belgen eigenlijk nog niet uit waren? Nou, al is het belangrijk te weten dat de conceptovereenkomst onderdeel was van de invitation to tender. In die conceptovereenkomst is de base case gedefinieerd met de Belgen.
Dus NS, KLM, HSA konden weten wat er met de Belgen al was afgesproken. Als de NS, KLM dan vervolgens een totaal bieding doet, maar ook, ik geef uit mijn hoofd, variant 4 en 6 onderdeel van uitmaken, de lijnen Breda en Den Haag, de voorzieningen daarvan, dan kan de NS niet en het tweede punt, en ook het risico voor de relatie met de NMBS en SSJF wordt afgekocht door de staat bij de onderhandeling van het bod, dan is dat in mijn gevoel een correcte benadering van het probleem van het bij de NS leggen van het vraagstuk om eruit te komen te Belgen over Breda en Den Haag. Los van de late discussie over die binnenlands vervoeren opbrengsten. Maar dat element, dat had de NS geweten, dat wisten ze ook toen ze boden en dat hadden ze ook kunnen regelen met de Belgen. Dat risico, dat is mij, het is mij gemeld ook vlak voor de ondertekening, dat ook de SNCF moeilijk zou gaan doen. Achteraf is dat mij vooral meegevallen, maar in het afspreken van een risicoverdeling op dit punt tussen HSA toen en de overheid, waarbij wij ook een stukje risico namen en ook mee zouden doen om het verhaal te regelen met de Belgen en de Fransen, meende ik toen dat het goed genoeg belegd was. Terwijl, maar dat is inderdaad een argument uit de geschiedenis, later zou blijken dat dat zeker niet voldoende geregeld was. Ja, en de vraag is waar dat dan aan lag. En waar de, als waar de oorzaken liggen van dat probleem. Ja. Was u bekend met het feit dat binnen de NS vrij stevig werd gewaarschuwd, jongens, teken nou nog niet, want die losse einden met de Belgen zijn nog niet geregeld? Nou, ik heb een brief daarvan gehad. Ja. Dus dat is mij bekend. Die was van vlak voor 5 december. Ja, dat was die eerste brief van de NS van 3 december. Ja. Daar kwam er nog een hardere brief overheen op 5 december. Ja. Maar wat mij bevreemd, kijk, ze wisten van de base case, ze wisten van het concept overeenkomst met de Belgen, die kenden ze. Er was ook in de overeenkomst, in de concessieovereenkomst stond ook dat ze die moesten verder uit moesten onderhandelen met de Belgen en tot overeenstemming moesten komen. Ze wisten dat ze het risico over hadden genomen, er was ook geld voor ingeleverd. Ja, dan is er op dat moment even niet opeens een nieuw speelveld. Want dat was het punt van die 3 decemberbrieven. Van moest nou opeens het hele onderhandelingsveld weer over, omdat het risico wat ze over hadden genomen richting de Belgen, dat ze dat blijkbaar niet kon aankonden of zo. Dat kon op dat moment geen rol meer spelen in onze optiek. Zit het ook niet een beetje in, eigenlijk wat als een rode draad door dit verhoor heen loopt, uw opvatting en ook die van het departement derhalve, dat de NS een grote jongen moest zijn en zijn eigen problemen moest oplossen? Want dat hoor ik u een aantal keren zeggen. Zat dat hier ook in? Nou, dit was nog ietsje rigider, ik moet zeggen. Je dealt over een risico wat je overneemt. Ja. En 2 weken later moet je niet gaan huilen dan. U vond dat ze ten onrechte piepte? Ja. Want je maakt gewoon een hele duidelijke deal. Ze nemen de aanlanding België, Brussel en Parijs over als van ons. Wij geven nog aan hoe we dat, of hoe wij daarbij behulpzaam zullen zijn, dat we alle deuren voor hun proberen te openen. Ja, en dan 1:58 komt er terug van, misschien lukt het ons wel niet. Ja, dat was geen reden om niet te tekenen. Maar vanuit hun optiek was tekenen natuurlijk een groot risico. Dat beschreven ze ook. Hadden ze niet moeten doen. Maar misschien schreven ze dat om later weer bij Verkeer en Waterstaat aan te kunnen komen en te zeggen, we hebben toch gewaarschuwd, ja, dat er grote risico's aan waren. Ze hebben als grote jongen een contract getekend. En dat contract, dat hadden wij als VNW moeten handhaven en moeten afdwingen, naar mijn gevoel. En u vindt dus, impliciet, maar daarom vraag ik het u expliciet, dat later Verkeer en Waterstaat te gemakkelijk is gaan schuiven? Als u mij nu zegt wat ik vind, dan vind ik het een bloody shame dat er geen hogesnelheidstreinen rijden over deze lijn. Dat zullen meer mensen vinden. Maar we zijn nu op zoek naar de vraag hoe dat gekomen is. En dat moet u denk ik in die periode zoeken waarin afgeweken is van dit contract en daar andere afspraken over gemaakt zijn. U vindt dat Verkeer en Waterstaat vast had moeten houden aan dit contract. Contract is contract. Hou je broek op, regel het zelf en zeur niet. Ja. Dat is uw standpunt. Dat is mijn burgerlijke mening. Ja. Goed. Want er kwamen dus verontrustende berichten van de NMBS in de tweede fase. De heer Elias heeft dat zojuist met u doorgenomen. Dat NMBS zegt, luister eens, we hebben problemen met de opbrengstverdeling.
Breda-Brussel is niet afgesproken in de deal, in het contract wat wij hadden met de Nederlandse staat. Dan is toch de vraag, had niet de Nederlandse staat, die u vertegenwoordigt met uw projectorganisatie, met de Belgische staat moeten onderhandelen om die hobbels die er lagen uit de weg te ruimen? Nou, dit is even buiten mijn periode gebeurd, hè. Deze laatste fase, daar ben ik niet meer verantwoordelijk voor geweest. Ik heb tot de ondertekening van het contract was ik in charge en daarna was ik weg. Wat ik alleen wel weet is dat er natuurlijk een arbitrageprocedure in het systeem gebakken is en dat daar gebruik van gemaakt is. Maar ik kan u niet zeggen wat ik zou hebben gedaan als ik nog de leiding had over de HSL-zaak toen. Nee, maar u had de leiding. Nee, toen niet. Zeker, u had in 2001 de leiding. Daar spreek ik u op aan. Ja, tot de ondertekening van het contract. U had de leiding, u had de voorwaarden, u zag de afspraken met de Belgen zijn niet geregeld. Dat hebben wij, nee, we hebben het risico, om het zomaar te zeggen, neergelegd bij NS. Om het, dus geregeld. Maar u zou het wat negatief kunnen zeggen, u heeft het afgekocht en het risico bij NS neergelegd. Maar had niet de Nederlandse overheid moeten zeggen, luister eens, wij tenderen. En hadden ze dan niet vooraf alles moeten regelen met de Belgen in die tender. Zodat ook met betrekking tot Breda-Brussel, om het daar even op te laten. Dat is natuurlijk een eis die er later is ingekomen, want er is variant 6 gecontracteerd. En had het dan niet in de reden gelegen dat toch de overheid, zeg maar, dat probleem had opgelost voordat het contract was getekend? Dat probleem van de interpretatieverschillen over de verdeling van het binnenlands vervoer, dat is van later tijd. En het punt van, wat ik u net al zei, en het punt van de aanlanding in Breda, de aanstelling van Breda en Den Haag, dat was een punt waarbij wij een contract met NS hebben afgesloten waarin dat stond, aangeboden werd. En de NS wist dat ze daarvoor de deal met de Belgen moesten maken. En wij hebben beloofd daarbij te helpen. En in mijn gevoel is dat gebeurd. Als er interpretatieverschillen zijn geweest, die later hebben geleid tot discussie met de Belgen over, noem even dat binnenlands vervoerverdeling, dat is gebeurd, dan zijn daar procedures voor om daar met elkaar te dealen. U zegt, toen hebben wij dat op die manier opgelost. Ja. Terugkijkend. Nu, naar, want pas in 2012... Dat is een week voordat de Vira ging rijden, eind 2012. Is dat opgelost, dat probleem met de Belgen? Door bemiddeling van, jawel, de overheid. Zeker. Dat is natuurlijk ook al bedoeld zo. Dus dan vraag ik nog, was het zo terugkijkend dan toch niet verstandiger geweest dat u als vertegenwoordiger van verkeer en waterstaat dat destijds in 2001 als overheid had geregeld? In eerste instantie is de discussie tussen de NS, KLM en de NWS aan de orde in het kader van de contractuele afspraken. NS, KLM hadden ons en kunnen ons inroepen in termen van faciliteren van dit soort processen. Dat is geregeld in de overeenkomst. En in mijn geval was dat een voldoende regeling. Ja, dus afrondend mag ik dan concluderen dat u vindt dat u met betrekking ook tot het wel of niet afspraken maken met de Belgen juist hebt gehandeld? Ik vond dat we toen een correcte afspraak hadden gemaakt met de Belgen, zowel als met ASA. Ja, en dat vindt u nu nog steeds? Terugkijkend vind ik dat nog steeds, ja. Oké, ik geef het woord aan de voorzitter. Dank u wel. Ik zat nog even na te denken. U zei, u zag bij ASA twee grote moederbedrijven erachter staan. Toch is er gekozen voor een constructie met een garantiekapitaal en een beperkte aansprakelijkheid en een special purpose vehicle. Waarom is dan die keuze gemaakt? Daarmee beperkt u toch de ruimte om het tot een succes te maken? In ons beeld was het zo dat je die special purpose vehicle constructie nodig had omdat in ons beeld er getenderd zou blijven voor het vervoer over hoge snelheidslijnen. Ook in Europa mogelijkerwijs. En dat dan het nodig zou zijn om de hele business case ontwikkeling in een speciale vehikel te kunnen volgen en daar ook de data uit af te leiden voor de volgende tender. Mm-hmm. Als je het als het ware gelijk op zou laten gaan in NS-KLM, en waarschijnlijk NS, KLM zou dan niet meedoen,
Zou de totale, zeg maar, de hele business zou vermengd zijn met het totale hoofdrailnet. En zou het heel lastig zijn geweest om ook te kunnen controleren of ze het zouden doen volgens het contract. En de vervolgssituatie van een eventuele tender opnieuw te definiëren. Maar in eerste instantie wil je gewoon, dat er een onderneming of ik weet niet of het een projectorganisatie had kunnen zijn, maar je wil dat er een afgegrensde gebied is waar je als contractpartij zeg maar kunt zien of mensen aan het contract houdt. En dat was dan die special purpose vehicle. In tweede instantie wil je zo ook zo'n vehicle hebben om opnieuw te kunnen hertenderen. Is het dan een soort, moet ik het zo begrijpen, dat er een soort belangafweging is gemaakt? Het voordeel is dat je dat dan kunt isoleren en dat je het voor de toekomst op zo'n manier ook kan laten voortbestaan. Ja. Maar het nadeel daarvan is dat u wel zegt, er staan grote moederbedrijven achter. Maar... Nou, dat nadeel, wat ik eerlijk gezegd wat ik nu nog wel vind is, zowel de KLM als de NS hadden kunnen zeggen toen het niet goed liep met HSA, maar we laten het niet failliet gaan. Okay. Dan stoppen er dan weer geld in. Dat kunnen moeders altijd doen. Oké, okay. Helder. En ik vraag me af waarom ze dat niet gedaan hebben. Oké, dank u wel. We komen tot een afronding. U zei nog even, ik wees al even naar dat document van de landsadvocaat, dat niet dezelfde lading had als u net aangaf. Maar mogelijk beschikt u nog wel over een stuk van de landsadvocaat, ja. Waar het specifiek gaat, die 93 minuten. Het is dan wel niet de eis, maar passeer dat toch. En dan hebben wij standaard toch nog twee slotvragen. We hebben u veel gevraagd, maar is er nog iets wat wij niet aan de orde hebben gesteld wat u met de commissie wil delen? Nou, ik wil nog wel nog zeggen hoe ik het spel ook wel een beetje zie. En ik wil ook wel een statement nog even neerleggen. Er is 15 jaar geleden door een grote groep heel deskundige mensen heel integer gewerkt aan zo'n ontwikkeling. In die periode zat de wereld volstrekt anders in elkaar dan nu. Met betrekking tot de privatiseringshype, de Europese ontwikkeling op het gebied van treinen, de NS die in disorder was en die zich opnieuw moet organiseren na derde spoor en na de Bijvelscommissie. Ik zou het logischer vinden dat er eerder naar een verklaring zou worden gezocht voor dit verhaal dan naar een oorzaken van schuldigen. Ik voel me daarin toch wel in een soort positie gezet. Met een hele groep mensen die zeer integer hard hebben gewerkt aan dit verhaal. In een soort verdachte situatie. Ook door sommige suggestieve vragen voel ik me daar niet prettig bij. Okay. En het tweede is, wat ik wil zeggen, is ik ben een ingenieur. Ik had het misschien wel lozer gevonden als er in dit geval van voor naar achteren was geredeneerd door de commissie. Het zou niet onlogisch zijn geweest, in mijn denken, om eerst te kijken in de buurt van het eschec van de Vira of daar oorzaken zijn en pas door te escaleren naar het hele verre verleden, 15 jaar geleden, om te kijken of daar een soort verklaring voor gevonden kan worden. En ik vind het dus, wat ik ook in de pers zie, ik vind het echt heel vreemd dat er een relatie wordt gezocht tussen een bot van een NS en het latere gedrag met de Vira. Oké, helder. Dat wil ik gewoon zeggen. Prima, dank u wel. Heeft u een andere vraag die wij aan u willen stellen? Zijn er bij u onregelmatigheden bekend op het dossier in de periode dat u er verantwoordelijk voor was? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee. Dan dank u vriendelijk. Dan sluit ik hiermee dit overleg.